Dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Bert Achten, ik mag jullie technisch voorzitter zijn. Ik ben niet bij het project betrokken. Mij is maar één ding gevraagd om te kijken of we tot 9:15 iedereen zo goed mogelijk aan het woord kunnen laten. Ik ga mijn best doen. Een vraagje aan jullie. Jullie zien achterin een camera. Zijn er mensen die er bezwaar tegen hebben dat ze worden opgenomen? En dat is om het later nog een keer online te zetten. Maar dat is ook voor de mensen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Als nou iemand een bezwaar heeft, steek even je hand op. Wil ik u vragen of u links in de hoek gaat zitten. Is er iemand? Niemand? Niemand? Geen spijt op tand? U ziet het programma. Welkom door de heer Meekels, Jeroen Verbeek over de landschapsvisie. Daarna, en dat heeft hij vandaag gevraagd, Sander Gele om een toelichting te geven. Een korte pauze, tijd voor vragen, afronding van de bijeenkomst. U heeft een kopje koffie, sommigen. Het aantal kopjes is hier niet ongelimiteerd. Heel praktisch. Als u straks in de pauze een nieuwe kop koffie wilt hebben, neem dan even uw eigen kop mee. Zouden we dat kunnen afspreken met elkaar? Ja? Een andere praktische reden, het is en blijft corona. Laten we even allemaal goed op elkaar blijven letten in de zin zoals jullie weten, zoals het moet. Er zijn mensen die hebben gezegd, voordat ik de heer Meekels het woord geef, wij willen even naar voren komen. Mag ik jullie vragen om naar voren te komen? En als iemand een vraag heeft, ik kom met de microfoon naar u toe. Zeg even wie u bent. En als we allemaal korte vraag, kort antwoord, krijgen zoveel mogelijk mensen de kans. Zullen we zo met elkaar afspreken? Mag ik jullie vragen om die kant dan uit te gaan, want tegen de achterkant. En meneer Gele, u hebt mij beloofd dat u straks gaat toelichten wat hier de bedoeling van was en dat is symboliek. Hè? Zullen we het zo met elkaar afspreken? Voordat mensen denken, wat doet meneer Gele nu? Ja. Hey, het eerste uur, vooral informatie. Als u zegt bij een van de presentaties, ik snap het echt niet meer, steek even uw hand op. Maar ik zou jullie toch echt willen vragen om zoveel mogelijk de vragen na de pauze te willen stellen. Wethouder, meneer Meekels, mag ik u vragen om te openen, want ik ben louter uw technisch voorzitter. Er is een microfoon, een vaste microfoon. Ja? Ja, dankjewel Bart. Ja, beste mensen, fijn dat jullie tijd hadden om vanavond kennis te komen nemen van de stand van zaken van de plannen. En dan gaat het over de plannen natuur- en landschapsvisie voor de duidelijkheid. Ik denk dat we de afgelopen maanden en wellicht ook een half jaar hebben mogen ervaren dat er veel gevoeligheden rondom het dossier zijn, als ik het in mijn woorden mag zeggen. Dus dat is ook niet erg. Ik denk dat het goed is dat iedereen daar ook zijn opvatting over kan en mag hebben. En dat we met elkaar gaan proberen te kijken hoe ver we daarin willen en kunnen komen. Ja, voor de aardigheid heb ik toch een paar foto's laten invoegen in de presentatie om nog eens te kijken hoe het was. U weet dat er in 2015 is de sloop gestart van het gebied. U ziet hier nog de restanten. De gemeenteraad heeft toen besloten om de activiteiten die daar waren over te geven naar de sportzone Limburg op bedrijfstad Fortuna. En dan ziet u wat daar allemaal aan gebouwen waren. En die bestemming ligt er nog steeds op, even voor de duidelijkheid. Dus die bestemming die er toen was, die is er niet afgehaald. Zo met en met zijn er wel alle bovengrondse, moet ik zeggen, zaken gesloopt. Er ligt nog in de ondergrond, liggen nog leidingen en dergelijke, maar dat terzijde. 2017 is de volgende, ook een luchtfoto van. Gebouwen zijn daar gesloopt. Nagenoeg gesloopt, zie ik. Zwemvoorziening staat er nog, maar er is in 2017 ook een besluit genomen over de zwemvoorziening in de stad. December, meen ik. En daar is voor, uiteindelijk is er ook nog een coalitieakkoord over achteraan gekomen en een addendum daarover. En in feite staat daarin,
Zeg maar te vlug, geloof ik. Uiteindelijk is daar, zeg maar, samengevat, komt het erop neer dat de zwemvoorziening gecentraliseerd wordt in Glanerbroek. En op het moment dat het mogelijk is om de zwemvoorziening Hatenboer te kunnen bewaren voor doelgroep en leszwemmen, mits betaalbaar en vooral dus financieel gezien door derden te financieren, dat het wat betreft de gemeenteraad mogelijk is om de zwemvoorziening daar te handhaven. Lukt dat niet, dan gaat het weg. Dat was de lijn. Dat is in elk geval zo besloten. Ja, en vervolgens ga je dan kijken. Ik kom daar zo meteen nog op terug over dat initiatief van het vakantiepark. Want dat waart iedereen door het hoofd, schat ik zo in. Maar wat kan daar dan, als je daar iets wil? En de omgevingsvisie 2016, maar ook het provinciale stuk, het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, daar wordt in aangegeven, ja, daar mag je wel wat, maar dat moet je inzetten ten behoeve van de versterking en de kwaliteit van de natuur. Dus als je daar iets doet, dan moeten de eventuele opbrengsten die gegenereerd worden en diensten worden gesteld van het gebied. Voor de duidelijkheid, dus alles wat er komt, en als er opbrengsten worden gegenereerd, dan kan dat daar. En dat is ook dat noemen ze ook stad-landzone, vanwege het feit dat het daar ook mag. Dus in alle stukken, beleidsstukken, nationaal, provinciaal en lokaal, bestaat die mogelijkheid. Ja, volgende sheet. Eentje terug, of was dat bewust? Oh nee, sorry, die is te ver. Ja, raadbesluit zwemmen hebben we het net over gehad. We hebben ook even aangegeven coalitieakkoord wat daarin staat en addendum. Ja, volgende. Nou, dan meldt zich een ontwikkelaar die zegt, ik heb idee over het Euregionaal was het toen, Eco-vakantiepark. Iets aan Nederlandse zijde, iets aan Duitse zijde. We hebben daar kennis van genomen, we hebben de gemeenteraad over geïnformeerd. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Over plannen, niet over de uitwerking van plannen of wat dan ook. Maar ja, er is een initiatief in deze gemeente. Dat heeft geen status, even voor de duidelijkheid. Het enige wat wij hebben gedaan is tegen betreffend ontwikkelaar gezegd, ja, je krijgt wat mij betreft, als de raad het goed vindt, de gelegenheid om een plan uit te werken. Tot nu toe is dat dus niet uitgewerkt. Dat is alleen een idee. Dat is ook wat in alle stukken kunt zien. Vervolgens heb ik van de toenmalige actiegroepen, waren er toen twee, handtekeningen in ontvangst mogen nemen. Eén handtekeningactie ging er toen over dat er helemaal geen ontwikkelingen zou mogen zijn. En de andere handtekeningactie was dat het geen negatieve consequenties voor de Schwienswijn mocht hebben. Dat was de lijn. In dat overleg hebben we toen afgesproken dat er een natuur- en landschapsvisie zou komen. Om te onderbouwen op grond waarvan een eventuele ontwikkeling mogelijk zou kunnen zijn die geen negatieve consequenties voor de Schwienswij had. Want we hebben het hier niet over de Schwienswij, we hebben het over de ECS-locatie. Heb ik u net laten zien. De Schwienswij is niet aan de orde. Nou, en vervolgens... Sorry. Wacht even. Ik kom naar je toe, maar we hebben met elkaar afgesproken. Zeg even wie je bent en alleen verhelderende vraag. Want ik kom naar de pauze terug. Ik wacht even. Ik ben Zweeds, Jeroen Zitter. Als ik door de Zwitser praat, praat ik niet heel. Ik ben een voorstel, is het heel goed Zwitser. Goed. Ik baseer me, zeg maar, op de stukken en niet op de volksmond, hè, voor de duidelijkheid. En het is ook qua bestemming niet natuur, even duidelijk. Schwienswijs is een ecologische zone. Daar mag helemaal niks gebeuren. Op de ECS-locatie in het bestemmingsplan een andere bestemming, op een maatschappelijke bestemming. Er hebben ook andere dingen gestaan, zoals u hebt gezien. En je mag er volgens zeggen, ik noem dat het gebied Schwienswijs, maar dat is een ander debat. En vervolgens is het initiatief van de twee handtekeningacties omgezet, initiatief voor wij, Schwienswij, breed, die eigenlijk als basis neer hebben gezet van wij stellen het niet op prijs dat er ook maar enige ontwikkeling komt. Ik zeg het even in mijn woorden. En dat is aanleiding geweest voor de gemeente, voor ons, voor mij, mag me dus persoonlijk op aanspreken, dat wij het bureau Verbeek, wat we hadden ingeschakeld voor de natuur- en landschapsvisie, hebben gevraagd ook een variant uit te werken dat er geen economische functie zou komen. Met andere woorden,
twee varianten. Eén, natuurontwikkeling, zodat het allemaal spinsvrij wordt of zou kunnen worden. Een andere variant, waarin beperkte economische ontwikkeling mogelijk is, ingebed in het groen. Vanavond gaat u dat horen, wat broer Verbeek daarvan gebakken heeft. Volgende sheet. Ja, het proces. Er zijn nogal wat dingen misgegaan in het proces. Dan laat ik er ook maar niet omheen draaien, dat is ook gewoon zo. Er waren afspraken gemaakt waar vervolgens men niet aangehouden werd door ons. Er waren afspraken gemaakt over communicatie die niet goed zijn nagekomen. Maar al met al wel, zeg maar, met de beste intenties, ambtelijk en bestuurlijk, om proberen iedereen de gelegenheid te geven om hun opmerkingen te maken. Nou, er zijn een aantal bijeenkomsten geweest, er is een enquête geweest, met veel mensen gesproken. Je ziet hoeveel reacties dat er zijn gegeven. En de toenmalige conceptvisie is gepresenteerd, ook in twee sessies. Eentje ben ik zelf even mogen bij zijn vanwege mijn agenda, maar ik een uur ongeveer geweest, denk ik. Dat was in de stad Boekermolen. Nou, gisteren is die visie besproken in het college. Visie van wat wordt nou de lijn? Wil je nou wel of niet zaken uitwerken? Wil je, je zult zo meteen zien op basis van de toelichting, die economische functie vormgeven om middelen te genereren, om twee dingen te doen. Versterking van de natuur en behoud van de zwemvoorziening. Dat waren de twee uitgangspunten die we met elkaar wilden realiseren. Dat is de lijn ook die het college voorstaat. Maar de raad is het hoogste orgaan en die zal er een besluit over moeten nemen. Vandaag presenteren we de visies. De visie moet ik zeggen met de twee varianten. En dan krijg je het vervolgproces. Het wordt kort even beschreven. 16 december is het beoogd besluit in de gemeenteraad. En daarna gaan we pas uitwerken. En de discussie in de raad zal wat mij betreft, maar dat is aan de raad zelf uiteraard, maar dat is hoogst gaan, met name gaan over, wil je dat? En als je dat wil, wat zijn de randvoorwaarden? Wat geef je nou mee als je dat wil? Welke beperkingen of ruimte geef je mee aan de uitwerking? En die komt terug uiteraard in de gemeenteraad. Je ziet dan verder dat de besluitvorming van het projectplan Medio 22, daar zal de nieuwe gemeenteraad de besluit over moeten nemen. En dan gaan pas, als we zover zijn, uiteraard gaan pas de planologische procedure starten. Inspraak, je kende allemaal die discussie, die komen vanzelf terug. Volgens mij was het dat. Dank je, wethouder. Ik zou zeggen, wacht even. We zijn allemaal onder elkaar en het geluid draagt niet helemaal. Ik wil eigenlijk de vragenronde straks doen, maar ik maak voor u een uitzondering. Tenzij nog iemand anders zegt van, ik wil per se. Ja, ik dank u wel. Even, wie is wie? Ik ben Richard Wagemans. Ik had een vraag, want er stond net 2 november, dat was gisteren dus, is de zaak in het college besproken. En er werd er even tussen neus en lippen door gezegd dat er kennelijk het college ergens voor was. Maar waar het college nu voor was, is mij niet duidelijk naar aanleiding van wat meneer Meekers zegt. Een verhelderende vraag. En is er nog iemand met een echte verhelderende vraag? Want nogmaals, na de pauze geef ik alle gelegenheid tot. Meneer Meekers. Het college geeft de gemeenteraad in overweging om de variant te kiezen die een economische functie in zich heeft om de doelstellingen van natuurversterking en de zwemvoorziening te behouden. Dat is het advies van het college. Wacht, meneer Wagemans was het, hè? Ik kom echt naar u toe, want het wordt ook opgenomen en de mensen die het later willen nakijken hebben ook recht op uw stem. Maar dat betekent bouwen in het rode gedeelte, kort door de bocht gezegd. Ja, als hij zal zo meer mensen weten dat niet, maar dan zal zo meteen worden aangegeven waar het bureau Verbeek die ruimte heeft aangegeven. Zullen we daar even op wachten dan? Maar wat doen we hier dan nog als jullie toch al vinden? Maar wacht even, dat is aan het college. Nu komt meneer Verbeek en na de pauze geef ik iedereen echt het woord. Mag ik het zo doen? Nou ja, ik vind het. Kijk, u probeert steeds de discussie te ontlopen. Nee, ik ontloop niks. Ik probeer eerst tot de discussie te komen. Maar dat is in het hele proces al het geval geweest. U probeert dat steeds in kleine stukjes te hakken om uiteindelijk de mensen één valse worst voor te houden. Ik ga met u goed vinden. Naar meneer Meekers, kunt u aan meneer Wagemans aangeven hoe het college erin staat? Daarna ga ik nog even heel kort naar die mevrouw en dan gaan we naar meneer Verbeek. Zullen we het zo doen? Ja, ik kan nog en ik kom als eerste meneer Wagemans na de pauze weer bij u terug.
meneer? Ja, ik heb volgens mij net antwoord gegeven op de vraag dat het college, de raad, hè, want ik heb net gezegd de gemeenteraad besluit. Hier zitten ook raadsleden. De gemeenteraad hoort wat de bevolking vindt, hè, even de duidelijkheid. En in dat kader geven wij de gemeenteraad een overweging om toestemming te krijgen om die variant uit te werken waar een economische functie mogelijk is. Hey, ik zie heel veel handen van nou in mijn eigen. Deze mevrouw, daarna gaan we naar Broverbeek. En ik, na de pauze is er alle gelegenheid verder tot. Ik hou altijd mijn microfoon vast, mevrouw. Ik ben Yvonne Salvino, ik ben raadslid. En ik wilde eigenlijk even reageren op meneer Wagemans. Want ik heb net duidelijk gehoord en gelezen, op 16 december komt het in de raad en dan wordt er een besluit genomen. Dat was een statement. Meneer Mekels, mag ik u bedanken? En ik kom... Waren nog vingers? Twee? Dat is aan jou. Nee, oké. Okay. Moet een beetje soepel zijn. Maar ik wil naar meneer Verbeek. En u ziet dat ik met iets loop. En dat wil ik ook nog netjes. Wie van de twee? Ik weet niet wie eerder was. Dus het is volledig om en om. Ja, ik hoor van de heer Mekels. U bent? Jan Muitjens, Münstergeleen. Ik hoor dat er gisteren in het college een besluit genomen is over die landschapsvisie. En dat dat de economische variant de voorkeur heeft. Is in die economische variant ook iets opgenomen over verkoop van het gebied aan een projectontwikkelaar en vakantiehuisjes? Nee. Helder. Totaal niet. Roger Vaassen, Sittard. Ik heb vorig jaar in een webmeeting gehoord dat de visie 2030... de gemeenteraad voorstond om naar de burgerparticipatie te luisteren en dienstbaar zijn aan de bevolking. Niet een eigen mening op te dringen, maar luisteren. Er zijn een aantal inspraakrondes geweest. Volgens mij was er het overgrote gedeelte van niet voorstander voor die keuze. Staat u achter uw eigen beleid en achter uw eigen woorden en vanwaar dan niet naar de burger luisteren? Waar het overduidelijke merendeel voor een andere variant gekozen heeft. Meneer Mekels, is voldoende naar uw visie naar de burger tot op heden op weg naar de gemeenteraad geluisterd? Ja, dat denk ik wel. Heel nadrukkelijk zelfs. Omdat, en dat zul je zien in de toelichting die we volgens mij al een keer gezien hebben in de plannen van Verbeek, wel heel nadrukkelijk een groot gedeelte van de ECS-locatie nu betrokken wordt in de natuurontwikkeling. En niet helemaal vrij wordt gegeven, even duidelijk. Dat is de eerste stap. Tweede stap. Heel veel inwoners hebben aangegeven dat er een zwemvoorziening bouwen zou moeten worden. Dat is ook het uitgangspunt van het college. En het derde is dat in deze gemeente, met name Centrum Sittard, helemaal inzet op toerisme, dat wij willen proberen te kijken hoe we kunnen koppelen. Maar het allerbelangrijkste is dat de ontwikkeling geld moet genereren om die versterking van die natuur, die u zo graag en belangrijk vindt, en wij ook, om die te versterken. Dus ik denk, samengevat, dat we wel degelijk proberen rekening te houden met hetgeen wat de inwoners zeggen. Even korte aanvulling, toch via de microfoon, want nogmaals, de mensen die het later willen zien, die horen het anders echt niet. Nu heb ik begrepen dat de aanbesteding van Glanerbroek ver boven budget gaat. Als we dat eens herzien en de geld die daar vrijkomen en dus investeren in dat zwembad, dat is een fractie van het hele budget van Glanerbroek, dan hebben we dat budgetpotje toch ook gevuld. De vraag of eventuele meevallers bij een aanbesteding rondom Glanerbroek anders ingezet kunnen worden. Meneer Mekkers. Ja, u weet meer dan ik. Dat is heel goed dat u dat weet. Maar er is geen enkel bedrag of zo. Er was gebrek aan inschrijvers. Dat is een andere discussie dan dat er sprake is van een onderuitputting die nodig is, die je op een andere manier kunt gebruiken. En het tweede wat ik u nog kan zeggen is dat daarnaast in de planontwikkeling ook in de parkomgeving van Glanerbroek ook nog iets moet gebeuren. Dus daar kunnen echt geen middelen. Maar het staat los van de discussie dat de gemeenteraad principieel heeft besloten om te komen tot harmonisatie van al die voorzieningen. En dat er één centrale zwemvoorziening komt. En dat is de zwemvoorziening in Geleen. Dank u, meneer Mekels. Wij gaan naar meneer Verbeek luisteren. Als er vragen zijn dat u echt zegt, oh, ik snap het echt niet meer, steek uw handen op. En anders wil ik u vragen om de komend half uur de presentatie netjes tot u te nemen. Ik heb een aantal beperkt handouts. Vanaf morgen of wanneer dan ook komt het online te staan. Maar misschien dat u zegt, ja, ik zie het niet helemaal goed achterin of ik wil graag een handout. Steek even uw hand op, dan help ik u graag. En op is op, zei ze volgens mij vroeger bij de V&D, maar dat weet ik niet. Ja? Oh,
Hij is vrij hard, sorry. Ik heb er nog twee. Zijn er nog mensen? Eén. Dan is de laatste voor u. Ik weet even niet wie het was. Die mevrouw? Dan ga ik naar die mevrouw. Meneer Verbeek, ik zou u willen starten door u eerst nog eens even zelf aan te kondigen wie u bent. En dan is de presentatie aan u. Yes. Ja, volgens mij de meesten kennen me inmiddels wel. Ik zie een aantal bekende gezichten in de zaal. Mijn naam is Jeroen Verbeek. Ik ben landschapsarchitect van bureau Verbeek uit Maastricht. Mijn collega Jacques Reinders is ook aanwezig en die heeft u ook al vaker gezien. Ik wil even vragen, zijn er echt mensen die helemaal blanco vandaag hier zijn? Ja, een paar. Nee, heel goed. Bijna blanco. Nee, maar dus voor de andere mensen, dit is deels wel een bekend verhaal. Dus als u denkt, dat heb ik al eens gehoord, dat klopt. Maar ook vanwege de opnames willen we toch het hele verhaal vandaag vertellen. Op het laatst, want het begin is niet wezenlijk veranderd, op het laatst kunt u ook zien hoe de opmerkingen van de vorige keer al of niet verwerkt zijn in het verhaal. Dus ook even geduld daaromtrent, alsjeblieft. Nou, de vraag aan ons. Een natuur- en landschapsvisie opstellen voor dit gebied. We hebben daarbij twee gebieden onderscheiden, grofweg. Enerzijds het gebied van de voormalige zwem- en sportlocatie, de ESCS-locatie, het SIOS-locatie, hoe u wilt. Dat is aangegeven met de rode lijn. Vervolgens een landschap, en dat geldt eigenlijk ook naar beneden. Beken stroom ook van zuid naar noord in dit geval. Maar ook dat gebied ligt natuurlijk in een groter geheel. En daarom hebben we natuurlijk niet alleen naar de rode plek gekeken, maar hebben we ook over de grenzen van het plangebied heen gekeken. En ik hoor mezelf een beetje dubbel. Is dat te verhelpen helaas, of anders moet ik er maar doorheen praten. Heeft u geen last van? Dat vraag ik alleen even. Oké, dan moet ik het zelf maar oplossen. Maar een natuur- en landschapsvisie, wat is nu de vraag aan ons geweest? En dat is best nog een beetje vaag. En onze plankaart, velen hebben die dat nog al gezien, dat is een kaart met vlakke lijnen en punten. Het is niet een heel concreet plan waar wij al boompjes gaan aanwijzen. Wij zijn gevraagd om voor de gemeente, maar ook samen met u, te komen tot kaders voor een toekomstige ontwikkeling in dit gebied. Dus stel dat er iets in het gebied gebeurt, wat is dan belangrijk voor natuur en landschap om te behouden? En inmiddels weten de meesten van jullie ook al dat dat heeft geleid tot twee denkrichtingen en dadelijk nog de denkrichting 3. Maar goed, dat komt op het einde van het verhaal. Dus ik heb dat de vorige keer ook een beetje gemerkt. Het is normaal, maken we plannen, dan gaan we bij wijze van spreken de boompjes steken, de paadjes steken. Dat doen we dus nu niet. Dit blijft meer echt het verhaal op hoofdlijn. Maar het geeft wel aan wat is belangrijk in het gebied en waar moeten we de toekomst rekening mee houden als we dit gebied gaan aanpakken. We hebben elkaar al heel vaak gezien en dat wil ik toch ook even weer met u doornemen. Dus het groene wat hier staat, dat is eigenlijk ons bureau en veldwerk, om het zo te zeggen. Dat Jacques en nog een andere collega en ik zelf hebben dat op bureau gedaan. En elke keer dat verhaal van die natuur- en landschapswaarden, doen we ook inventarisatieanalyse. Dus gaan we kijken, wat is al in het bestaande beleid vastgelegd over dit gebied bijvoorbeeld. Een veldverkenning uiteraard en ook een analyse van het gebied naar de landschap, cultuurhistorie en de natuurwaarde. Heeft er allemaal onderdeel van uitgemaakt. Dat heeft geleid tot een concept natuur- en landschapsvisie en uiteindelijk tot een definitieve natuur- en landschapsvisie die we vandaag presenteren. Maar dat planproces, is elke keer ook wel gevoed door jullie en ook door de enquête. Dus dat is elke keer daarin meegenomen. Nou, dus de wensen of eisen, hoe je het wil, van gebruikers, omwonenden en ook een werkgroep. Want we hebben met jullie meer wel eens gepraat, maar we hebben ook met mensen meer beroepsmatig betrokken stakeholders. Dus mensen van natuurorganisaties, of van het waterschap bijvoorbeeld, of van de provincie, of van de VVV. Die hebben ook meermaals mee gesproken. En dat hebben we daar telkens gedaan in zogenaamde werkgroepsessies. De eerste omgevingssessie, toen waren wij, Jacques is er wel deels bij geweest namens ons kantoor, toen waren wij nog niet begonnen. En dat is een beetje tussen aanhalingstekens gezet. Het was een iets andere vorm van een sessie, maar die heeft op 21 en 22 april plaatsgevonden. En waar wij echt zijn vertrokken met jullie
is eigenlijk op de dag van de watersnood. Toen regende het heel hard. En s'avonds ging het helemaal mis, maar even voor jullie als reminder. Toen hebben we in de stad Boekermolen eigenlijk voor het eerst bij elkaar gezeten. En uiteindelijk is er ook een enquête opgestart door de gemeente waar iedereen op heeft kunnen reageren. Nou, dan is er een werkgroepsessie zijn geweest. En uiteindelijk, de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, was ook in de stad Boekermolen op 28 september. En die input, laat ik daar ook zien hoe die verwerkt is in dit verhaal. En vandaag zitten we dus op 3 november. Nou, dan is dan, hebben we dat even genoemd, want ja, dat is heel veel informatie hebben we gekregen. We willen dat toch een beetje rubriceren en ook duidelijk aan jullie maken hoe we dat hebben verwerkt. Hebben we dat eigenlijk een aantal bouwstenen voor die natuur- en landschapsvisie genoemd. Enerzijds wat ik zei, het bestaande beleid wat er al ligt, en de beleidsambities van Rijk, provincie en gemeente. De participatie komt telkens terug. Ja, dus we hebben ook binnen de gemeente is er ook een zogenaamde tuinmansessie. Dus allemaal met alle vakdisciplines zit je dan bij elkaar. En wat ik net heb verteld met jullie, die avonden. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een bestaande wensen- en waarden- en wensenkaart. En dat hebben we gerubriceerd naar de thema natuur, geschiedenis, cultuurhistorie, recreatie en gebruik. En dat heeft dan geleid tot een visie. Nou, het eerste puntje is toch altijd waar we naar kijken in ons vak. Wat is eigenlijk allemaal vastgelegd over zo'n gebied? In dit geval een van de... We hebben ook trouwens inmiddels een rapport klaar. Dat wordt straks ook uiteraard ter beschikking gesteld. Dat is natuurlijk nog veel uitgebreider. Maar dit is een verkorte versie, dus wat ik laat zien van dat rapport. Dus ik heb ook, er zijn meerdere plannen bekeken, maar de belangrijkste heb ik hier vandaag even benoemd. Het provinciaal omgevingsplan Limburg. En daar zien we, ik moet toch even andersom, dat natuurgebied Schwinswei, is dit hele gebied noem ik even, en ik ga even niet op de naamgeving in, voor ons is dit nu even het plangebied. Dit donkergroene, dat is een goudgroene natuurzone. In het beleid van de provincie staat vastgelegd, ja, als je hier iets wil, al is het natuurontwikkeling, al is het een pad aanleggen, al is het, ik noem het toch maar even, daar gaan wij nu niet over, maar is het daar een huisjes of rode ontwikkelingen bouwen, eigenlijk is dat not done. Dat kan niet, dat kan alleen bij heel groot wegend maatschappelijk belang. Nou, dat is even, moet u denken aan de aanleg van een snelweg of zo. Dat is in dit geval dus niet het geval. De zilver- en bronsgroene natuurzone is dit. Daar gaat het om het versterken van de klimaatadaptatie. Dus eigenlijk meer ruimte voor de natuur, ook meer ruimte voor het water. En het Duitse evenknie, ga ik het zo even benoemen, is het lichtgelere gebied. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het zilver- en bronsgroen. Wat we hier ook zien in het provinciale beleid, is de ESCS-locatie gewoon nog steeds bestempeld als bebouwd gebied. Dus daar wordt geen uitspraak over gedaan. Wat de provincie wel als beleid heeft geformuleerd, en dat zagen we ook net terug op het kaartje wat de wethouder liet zien, dat is ook vertaald in het gemeentelijke beleid, is dat er in heel Zuid-Limburg, dus het is Maastricht, Sittard-Geleen, en Heerlen, ja, Parkstad zeg maar, zijn eigenlijk aangrenzend aan die steden, zijn zogenaamde stad-landzones benoemd. Stad-landzones zien ze als een scharnierpunt tussen dat landelijke gebied, wat ze eigenlijk willen vrijwaren van, intensieve recreatie en de stad waar natuurlijk heel intensief gebruik is. En ze zien dit als een soort tussenzone tussen die twee gebieden, tussen die twee werelden. Waarin wordt gesteld dat je hier rood en groen, dat wil niet zeggen dat je alles rood moet maken, dat staat er niet in, maar dat je dan een balans kunt tussenzoeken om die gebieden zo te behouden, maar ook die stedelijke druk die er gewoon is, om die ook vorm te geven op een goede manier. Het bestemmingsplan, uiteindelijk is dat in Nederland in principe nog altijd het enige rechtsgeldige plan. Maar goed, dit is natuurlijk wel wat verouderd. Maar het is wel gewoon, dit is natuur, ja, het is buitengebied. En de Urinaal Sport- en Congrescentrum heet het hier nog, heeft gewoon nog de bestemming maatschappelijke doeleinden. Dit is dus wat ik net liet zien van die standaard landzones van de provincie. Is ook doorvertaald in de omgevingsvisie van Sittard, Geleen in 2016.
En hier is wat veel tekst, maar goed, voor de mensen met de hendo, die kunnen het even rustig lezen. Maar in principe, hier staat hetzelfde wat ik net zei. Zo'n gebied waar ook de Schwinswei en ook de ESCS-locatie deel van uitmaakt, is hier ook bestempeld als een stad-landzone. Waarbij eigenlijk hetzelfde geldt als net bij de provincie. Dus hier zien onze voorgangers, maar goed, gewone beleid, zien hier mogelijkheden om rood en groen op een goede manier te combineren. Maar wel ook met behoud van de natuur- en landschapswaarde en de cultuurhistorische waarde. Heel belangrijk, ook dit, de beleidsambitie van de gemeente en het waterschap. We hebben hier natuurlijk de beken die door het gebied lopen. Eerst de stad Broekermolen, de beekloop. En dit is een plan dat is ingediend in het plan Sittard Climate Proof. Volgens mij ook gehonoreerd in de erfgoeddeal. En hier wordt ook aangegeven dat het belang van die beek, om die terug te brengen, hier is bijvoorbeeld het stadspark. Hè. Daar zijn ze nu volop aan de gang, of is klaar, dat weet ik even niet. Maar eigenlijk dat hele bekensysteem, om dat door heel Sittard door te trekken en die beken meer de ruimte te geven. En hier zien we dan ook, dit is hier even gepakt, de min of meer historische beeklooptracé. En er wordt ook de Hatenboer, ik zeg het even heel kort door de bocht, een oud verdedigingswerk, is hier ook aangegeven om dat terug te brengen. Dus dit is een ambitie waarbij het waterschap ons nog heeft gezegd of die beek dadelijk precies hier loopt, of ik schrijf even daar. Dat is niet hun belang. Hun belang is gewoon dat de beek door het gebied terugkomt. Met ook voldoende ruimte links en rechts van die beek. Want het is niet alleen het waterblauwe stroompje, maar het moet ook links en rechts van die beek voldoende ruimte zijn voor natuur en waterberging. Nou, dan even kort in op de eerste participatiesessies. De tuinmansessie, nogmaals, dat is met de collega's van Ivo en Roy, zoals hier zitten, want die hebben ook aan bijgedragen, mensen van de gemeente. En die met hun collega's in verschillende vakdisciplines hebben dus ook om tafel gezeten. En die hebben dus ook aangegeven, ja, wat moet je mee rekening houden in dit gebied voor het opstellen van die visie? Nou, de cultuurhistorische waarden komen daar ook op terug. Die zijn natuurlijk meerdere malen aanwezig, dus hou daar rekening mee. Het watersysteem, het plan wat ik net noemde, dat zit dat climate waterproof. Belangrijk ook, houden rekening met de recreatieve verbindingen. Leg ook verbindingen naar de binnenstad, maar ook naar de Duitse zijde. De ondergrondse infrastructuur, nou goed, daar gaan wij nog niet zo over, maar goed, dat is dan wel daar nu genoemd. De verkeerssituatie is natuurlijk ook wel belangrijk van wat er in de toekomst komt. De Sportlaan, ik kan het duizend keer zeggen de naam, is het toch? Nee, ja. Sportcentrumlaan, ja, ik heb het zo vaak nu gezegd dat ik het nu niet meer weet. En dan dat je ook kijkt van, ja, wat er komt in de toekomst, is afhankelijk hoe je de verkeersafwikkeling gaat regelen. En hier is ook aangehaald, kijk eens goed naar die stad-landschones uit de eigen omgevingsvisie, maar ook uit het programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Nou, ja, voor de meesten denken, hoor ik het weer misschien, maar goed, ik kan er even niks aan doen. De sessie van 15 juli... inclusief die online vragenlijst. Daar zijn ook uitgebreide verslagen. Zijn ook straks opgenomen in de rapportage. Hier even de verkorte versie op hoofdlijnen. Heel vaak aangehaald. En dat is ook, ja, volgens mij de tendens nu vanavond. Rust, ruimte, natuur, natuureducatie. Hou het rustig. Gaan we de historie, gaan we de natuur. Wel ook aangehaald. Ja, zwembad, buitenzwembad, zwemvoorziening. Even wat is in de neem. Dat is ook aangehaald. En toen ook aangegeven van, kijk, natuurgebied is gewoon de tegenhanger van de industrie rondom Sittard Geleen. Maar ook door enkelen, en toch, dat zijn niet enkelen, dat klinkt dan zo, maar goed, de meerderheid was het bovenstaande. Maar toch ook hebben mensen gezegd van, dat je dit volgt op die stad-landzones. Kijk toch ook eens naar de mogelijkheid om hier iets roods toe te staan. Ja, en wat dat rood dan is, dat is natuurlijk nu nog een beetje vaag. We weten natuurlijk wel, en dat is best wel lastig ook voor ons, dat vakantiepark, dat is natuurlijk ook iets wat de media haalt, dus dat kan ik niet helemaal uitvlakken. Dat is ook wel genoemd, maar mensen hebben ook gezegd, denk eens aan tiny houses, of een beperkte recreatieve ontwikkeling, maar alleen als dat in balans kan met de omgevingskwaliteit. Nou, uiteindelijk ook die werkgroepsessie, dus met die mensen van bijvoorbeeld het waterschap, de VVV, het was ons niet gelukt, heb ik ook verteld, om die allemaal één keer bij elkaar te krijgen. Toen ook door corona, door vakanties, was best allemaal lastig te plannen. Uiteindelijk hebben we heel veel mensen gesproken. En, nou ja, ook hier, hè,
Enerzijds ook van, al was het hier meer, ik ga geen percentages noemen, maar deze groepen, werkgroepsessies meer gewogen. Ook natuurlijk mensen die gaan voor het groene karakter. En anderzijds ook mensen die zeggen van, nou, zwembad behouden, recreatie voorzien voor omliggende wijken, cultuurhistorische elementen. Maar ook hier, is ook wat net is aangehaald door de wethouder, ontwikkelingen in de recreatieve sector, houden ook rekening mee wat dat betekent voor de impuls van bijvoorbeeld de binnenstad. Nou, uiteindelijk heeft dat geleid tot een bestaande wensen, waarden en wensenkaarten. En die wil ik nu even allemaal langsgaan. Nou, er staat heel veel op. En met name de natuur is een van de eerste die we toen ook samen bekeken hebben. En vervolgens is ook nog een nader verkennend dan wel, ook gezien de jarige tijden, natuurwaardeonderzoek gebeurd door Ecologica. Dat is inmiddels ook klaar. In de Schwinswei, dus dat is het gebied er rondom, zijn bijzondere soorten aanwezig. En wat vooral belangrijk is dan voor de natuurontwikkeling, als je alleen maar, zeg maar gezonnen hebt in de achtertuin, dat is niet zo belangrijk voor natuur, maar vooral die variatie in bijvoorbeeld graslanden, die is belangrijk. En ecologische verbindingen, niet verrassend, vooral langs die Rode Beek. De Schwinswei zelf, daar kom ik zo nog op terug met een nader onderzoek, is vooral ruderaal grasland. Dus ruderaal grasland is als je gebied braak laat liggen. Het gras wat dan ontstaat, noemt men met een duurder woord ruderaal grasland. En dan krijg je wat, ja, sommige mensen noemen het onkruid. Dat hoeft niet zo te zijn, maar even voor beeldvorming, zo ziet dat dan een beetje uit. En we hebben dus het nader natuuronderzoek is denk ik nog wel wat interessanter. En daar staat ook heel veel op. Maar nogmaals, het kan rustig worden nagelezen. En wat hierin staat, is met name, dus hebben we puur even binnen dat rode gebied gekeken. De voormalige zwem- en sportlocatie. Een aantal broedvogels die met name verbonden zijn, en dat is ook niet helemaal gek natuurlijk, aan de bossingels rondom de sportvelden. En langs de beekloop, zoals die hier beneden nu langs de sportcentrumslaan loopt. Zoogdieren, ja, met name vleermuizen, die ook nog fourageren langs lijnvormige elementen. Dus bijvoorbeeld een singel langs een sportveld is ideaal voor vleermuizen om er langs te bewegen. Amfibieën en reptielen, de alpenwatersalamander mogelijk. Reptielen werd ook meteen uitgesloten. Dus die mensen die kijken naar bestaande waardes van anderen. Dus je hebt waarnemingen.nl bijvoorbeeld in Nederland of de Natuurbank. Maar ook een eigen inschatting met hun kennis kijken ze naar zo'n gebied. En dat konden ze dus nu al uitsluiten. Insecten hebben ze een iepenpage genoemd. Libellen komen dan niet meer in de populatie voor. Nou goed, daar hebben ze ook iets van gezegd. Vissen in de wijde omgeving, als de Molenbeek, geen beschermde vissen. En wil dus niet zeggen dat er geen andere vissen voorkomen, maar even over de beschermingsgraad van soorten zeg iets over de belangrijkheid van natuurwaarde in een gebied. En met name, ondanks dat ze zeggen, er zijn niet super bijzondere natuurwaarden aanwezig, zeggen ze toch dat het belang heeft dit gebied voor de stadsnatuurwaarde. En met name zijn die verbonden aan de opgaande beplanting, dus de houtsingels langs de langs de voormalige sportvelden. En dan, wat ze nog zeggen, wat ik net ook een beetje zei, die vooral op bepaalde gebieden, ik kan ze nu niet meer helemaal even in mijn hoofd, ik kan de kleurtjes niet lezen, maar bepaalde gebieden hebben wel qua graslanden een beetje die variatie in de kruiden. En dat is wel bijzonder voor dit gebied. Meneer. Ja, ik vroeg me af of dit een definitief stuk is, want dan bent u de das vergeten. En de oehoe ben je vergeten, want dan zie ik daar allebei niet staan. Ik ben niks vergeten. Moet ik naar Ecologica verwijzen? Die hebben dat onderzocht en dat stuk is definitief. Maar ik heb hier bij de beschermde soorten op foto staan en die zitten daar. Nou. Hoe kan het dan dat die fantastische ecologen dat niet weten? Ah. Meneer Verbeek, misschien toch een punt om even na de pauze nog, of in de pauze nog even tot u te nemen. Ja. Ja. Ja, Rossi Veld. Nou. Uiteindelijk, de natuurwensen hebben we gekeken, hè, met z'n allen toen. En we hebben dat ook weer gerubriceerd tot een aantal natuurwensen. En binnen die natuurwensen speelt bijvoorbeeld ook het hatenboer terugbrengen. Dat is een cultuurhistorisch element. Maar daar kun je ook natuurwaarde aan koppelen. Vandaar dat hij ook hier bij de natuur terugkomt. Dus de hatenboer terugbrengen in het landschap. Uiteraard de beek laten meanderen, wat ook in die beleidsambitie vast ligt. Die beken, wat natuurlijk heel mooi is, die staan ook in verbinding met die stadsnatuur. Dus van hieruit naar die kant en hier ook. Daar kun je natuurlijk daar ook een stukje recreatieve routes aan koppelen.
We hebben ook gesproken met de mensen van de SGL. Nou goed, dat zou niet van vandaag op morgen zijn, maar dat is wel een wens. En ons idee zou dat het gebied hier ook wel ten goede komen, dat je de meer, vooral in de variantuur, de meer intensievere functies, zoals het SGL, dat je dat bijvoorbeeld naar die plak verplaatst. En dan heb je daarboven de sportcentrumlaan, vormt in dat geval een duidelijke grens. Dit is eigenlijk al bestaand beleid. De woonwagenstandplaats nabij het gronddepot, dat is al een plan. Maar breng dat laatste stuk daar nog tot uitvoering. Ook de metaalhandel, prima. Hè? Die meneer heeft een mooi beroep, daar gaat het mij niet om. Maar op deze plek ligt hij net een beetje ongelukkig midden in het groen. De houtopstanden en singles behouden staat hier natuurlijk in. En dan ook daarbinnen nog stimuleren van de biodiversiteit, de structuurvariatie. En uiteraard, dat heb ik even net vergeten te noemen, hier zit wel de bever. En als je hier, wat je ook doet, je moet zorgen dat die bever niet te zeer wordt beïnvloed door ontwikkeling. Dus een bufferzone tot de vijver, zeg maar, waar de bever in zit. Uiteindelijk hebben we ook zo'n exercitie gedaan voor de geschiedenis. Je kunt het eigenlijk al zelf een beetje lezen. De oude weg zit tot Mille. Het noordelijke deel van de Hatenboer is natuurlijk al, is er al. De Stadbroekermolen, natuurlijk een belangrijke waarde, nu een beetje ook afgeknipt van het gebied. De voormalige douanekantoor aan de Tunderenweg. Ja, wanneer is iets geschiedenis? Hè? We hebben nu één Europa. Maar goed, dat is toch nog wel aardig hoe het na de oorlog eigenlijk ging, tot in mijn jeugd. Moest je je toch nog de paspoort laten zien? Nu de coronapas, maar misschien moet ik die grap niet maken. Het terrein met historische landschapselementen ligt hier nog. En de Romeinse weg en een villa zijn hier ook nog resten van aangetroffen. Nou, uiteindelijk hebben we de geschiedeniswensen. Eigenlijk wat er al is. En dat ook versterken in het gebied hoe het hier is benoemd. De beek terugbrengen. Je kunt iets doen met die Romeinse weg. Als wandelroute of hoe dan ook. En je kunt ook de Hatenboer zou je moeten terugbrengen. Wat dan ook weer aansluit nogmaals op die beleidsambitie wat ik net noemde. Recreatie bestaande waarden. Ook daar hebben we dat gedaan. Er zijn verschillende routes door het gebied. En je ziet ook, als je er loopt, dat die goed gebruikt worden. Er zijn ook vaak, noemen ze wat olifantenpaadjes, dat mensen die zichzelf daar hebben gecreëerd. Het Pieterbad wordt op aangesloten. De Stadbroekermolen is natuurlijk ook interessant vanuit recreatief opzicht. De scouting, de visvijvers. En binnen de oude zwemlook en sportlocatie is nu nog het zwembad. Maar goed, even, we hebben net de discussie over het Glaanderbroek gevoerd. Parkeerplaats en camperplaatsen en de padenstructuur. Ja, die voert van hier door het gebied naar de Schwinswijk. En de wensen, we hebben daarmee het onderscheid. Hier zie je al een beetje de twee denkrichtingen ontstaan. Enerzijds de zachte recreatie, waarbij we zeggen, ja, daarin past natuurlijk zoiets als die historie beleefbaar maken, die Romeinse weg. Die Hatenboer kun je daar natuurlijk heel mooi in terugbrengen. De beek als gids. De wandelpaden en routes opwaarderen is ook nog wel meerdere mensen genoemd. Voor mensen die wat minder goed ter been zijn, zijn de paden soms toch wat te zeer een achterstallig onderhoud onderhevig. Verbinding op die eilanden realiseren. Goed, wat we nu ook weten met die bever moet je daar natuurlijk wel ook uitkijken. Hier hebben we nog gehad op dat gronddepot, zou je dan iets met de uitkijktoren kunnen doen? En het intensiever gebruik is toen als zodanig benoemd van de zwemvoorziening behouden hier binnen. Het verbeteren van die relatie met die Stadbroekermolen met de Schwinswei. En hier is dan ook al aangegeven, nogmaals, de verhouding was wel dit meer, dit minder. Maar goed, is toch nog enkel aangegeven. Denk toch ook eens naar over een intensievere mogelijkheid van recreatieve ontwikkeling in balans weer met die natuur. Dan kom ik eigenlijk tot deze laatste die, en dan gaan we daarna de opmaat tot de visie doen. Dan kom ik de veranderingen, worden duidelijk. De Schwinswee wordt nu gebruikt, wandelen, rustruimte, visvijvers, natuur- en recreatiegebied. En de oude zwem- en sportlocatie, nu nog zwemmen, kampeerplaats en parkeren. Maar eigenlijk ook al toegeëigend als wandel, of toegeëigend, ik bedoel dat niet negatief, maar goed. Gewoon door de mensen zijn daar gaan wandelen en recreëren. Uiteindelijk, en dat is een beetje wat ik net al ook zei, nogmaals, de eerste denkrichting, en die zijn al geïntroduceerd en de meesten weten ervan, is de denkrichting natuur. Daar is denk ik ook, gezien ik jullie nu inmiddels ken, het meeste draagvlak voor.
Maar daarbinnen hebben we toch ook, komt daar ook, ook gekeken, is het mogelijk om die natuur of die landschap in balans te brengen met het intensieve recreatief gebruik. En nogmaals, is dus gezegd, die zwemfunctie, openbaarheid van het gebied, mijn lenzen zijn af en toe een beetje droog, het outdoor adventure park, het blote voetenpad, een klimbos, een natuurcamping, ook doen door enkel aangeven, een vakantiepark. Geen zoveel 100 huisjes, maar in beperkte mate is dat toen gezegd, kijk dat toch ook naar. Nu, nogmaals, nu maken wij geen plan voor een park of wat dan ook, we geven kaders mee. We hebben dus wel gekeken, is er een dadelijk een rode ontwikkeling denkbaar in balans met die natuur en landschapswaarde. Dus, nu komen we bij de visie aan. En die visie ga ik eerst even in, er zijn nog twee dia's en daarna komen weer de plaatjes, op wat we met die opmerking van 14 en 28 september hebben gedaan. En wij hebben ons met name gericht op hetgene waar wij ook inhoudelijk zouden kunnen aanpassen in de visie. Dus over de besluitvorming hierna, ja, dat kan ik niet kwijt in het verhaal van de visie, van het rapport. Dat wil niet zeggen dat die informatie verloren is gegaan. Die wordt eigenlijk meegenomen in de afweging door ook de gemeenteraad. Nou, en dit is ook weer wat veel, maar ik wil ze toch eigenlijk allemaal noemen. De verslagen zijn nog uitvoeriger. Nou, dus de werkgroepsessie, die hebben we gehad met bijvoorbeeld het waterschap, Park Bosmille, de stadsarcheoloog en archivaris, Visit Zuid-Limburg en het buurtplatform De Bandert. Wat ik dus ook zei, het Beektracé, heb ik net al gezegd, heeft het waterschap nog eens gezegd, we willen die terugbrengen. Dat is echt een doelstelling van het waterschap. Maar waar precies ligt niet vast, maar in ons eerdere plan hadden we nog de ruimte links en rechts van de beek even 5 meter. Ze zeiden, maak dan weerszijde bijvoorbeeld 10 meter van. Dus dat is iets wat we hebben meegenomen in het plan. De hemelwaterberging, ook op eigen terrein. Stel wat er dadelijk ook komt, dan moet je zoiets, is iedereen in Nederland verplicht als je een ontwikkeling hebt. Dus ik had het niet eens genoemd hoeven te worden. Als iemand hier wil bouwen, iets nieuw bouwt of wat dan ook. Je moet zorgen dat je hemelwater wat op het dak valt, op je verharding valt, dat je dat zelf laat infiltreren op je eigen grondgebied. Dat is gewoon een eis die iedereen in Nederland is gesteld. En daarmee hopen dan problemen zoals we op die 15 juli hadden uiteindelijk te voorkomen. De waterdoelen, ja, waterschap Limburg zei heel duidelijk, ja, zij hadden geen voorkeur van denkrichting. Hun waterdoel zouden zij in beide varianten, denkrichtingen, zien zij die goed opgenomen. Ja, dit is wel iets, kijk, dat hebben we ook dus wel zeker genoteerd. Dus het is wel heel, dat is ook belangrijk wel om te melden. Dus het natuur behouden en ook uitbreiden. En ook eventueel kijk naar natuurcompensatie, die in andere projecten zit dat geleden nog gezocht moet worden. En hier zijn de gronden daarvoor beschikbaar. En dit is iets wat we ook meegeven in de afweging van de denkrichtingen straks. De cultuurhistorische elementen zijn belangrijk, maar kijk die ook naar richting Duitse kant. Dat hebben we ook al zodanig opgenomen in het rapport. De Hatenboer, ja, dat staat er nog wel in, maar we hebben dat met een opmerking gepareerd. We hadden de Hatenboer bijvoorbeeld de grachten, hadden we juist niet gracht gemaakt aan de binnenkant, bijvoorbeeld blauw. Ja, het gaat een beetje ver, maar in elk geval, die opmerking die hier betrekking op is, hebben we verwerkt. Dat was een specialistische opmerking van iemand van de cultuurhistorie. Hij zegt, dat moet je niet doen, dan ga je echt aan de geschiedenis voorbij. Dus dat hebben we hersteld. Ja, dat is ook aangegeven van, ja, doe iets. Beide denkrichtingen mogelijk, maar niets doen was geen optie, want men zag een verloedering van het gebied. Dat heeft iemand van het buurtplatform De Bandert ons meegedeeld. En landschap in balans met intensiever gebruik, ja, stel dat je daarvoor gaat, dan nog, kijk wel goed ja, dat je dat goed begeleidt. Je kunt nog zo mooi eens op papier toevertrouwen, uiteindelijk moet je wel, als je daarvoor kiest, kijk dan wel dat het ook goed komt. En niet dat iemand dadelijk daar, ik zeg even heel gechargeerd, hogere huisjes gaat neerzetten, want dat willen we dus niet, of wat dan ook. Dat wordt dus ook meegenomen in die afweging. En aan de besluiters meegeven, dat is toen gezegd, maar dat is ook door jullie aangegeven, die meneer zit hier. Dus ja, dat je ook zegt, eigenlijk zou je was een beslissing kunnen nemen als je de meerdere aspecten van beide varianten hebt bekeken. En dat is toen een MKBA genoemd. Maar in elk geval dat je een beslissing neemt op wat het beste is voor de stad, op basis van een meerdere randvoorwaarden dan alleen deze visie. Ik zeg het even zo met mijn eigen woorden wel goed. Hè? Ja. Dus dat hebben we ook wordt meegenomen in de besluitvorming straks. Nou, nog één zo'n dia, en daarna komen we nogmaals weer de prentjes. Dus dit is wat wij op van jullie onder andere hebben meegekregen op die 28 september. En misschien is de laatste wel
De belangrijkste. Waar staat hij nu? In elk geval, die staat niet helemaal bovenaan. Sorry, we hebben nog wat omgegooid. Zwem- en cultuurhistorische cluster niet in denkrichting 1. Ja, die zat er wel in. Die zat er bij ons altijd in. Maar we hebben die nog wat nadrukkelijker vermeld, dat dat ook drukkelijker uitkomt in de tekst. En met name dadelijk, maar daar gaat Sander volgens mij ook zeker nog iets over vertellen. Dus de denkrichting 3, die jij ook de vorige keer hebt gepresenteerd, die hebben we ook als denkrichting ingevoegd, maar dan ook duidelijk wel aangeven dat dat jullie reflectie is op beide denkrichtingen. Maar je zit dus wel ook in het rapport en ik kom daar ook in deze presentatie nog terug. De overstromingsfunctie van het gebied is belangrijk. Nogmaals, we hebben die beekloop, niet alleen het watertje, maar ook links en rechts van die beek meer groene ruimte voorzien. Nogmaals, ja, heel duidelijk. Hè? Ja, goed, duidelijk. Omwonen geen behoefte aan een vakantiepark, maar aan een gebied om in te struinen en te wandelen. Nou, is ook in het begin verteld. Daarom hebben wij ook gemeend denkrichting 1 nadrukkelijk in het rapport te moeten noemen. Laat onverlet dat wij als bureau ook kansen zien dat je beide met elkaar in balans kunt brengen. Daar staan we ook achter wat we laten zien. De CO2-uitstoot, ja goed, en er was ook iets duidelijk over vlieglawaai. Ja, dat zijn dingen die ons ook hier even de pet te boven gaan. Dus ja, die zijn meegenomen in het verslag. Goed, dat is niet als zodanig opgenomen als uit te werken aspect in onze visie. Wat levert natuur op? Niet alleen op economisch vlak, maar ook wat betreft van kwaliteit van de leefomgeving. En dat bedoel ik bijvoorbeeld net met die belangenafweging in meerdere aspecten, is dat ook iets wat zal worden meegenomen. Ja, en ook iemand heeft nog wel gezegd, een financiële drager in het gebied, en dat is toen wel boomhutten genoemd, dat zou een mogelijkheid zijn. En eigenlijk zat dat al in het rapport, maar dat valt bij ons dan onder dat intensiever gebruik. Dan waren de procesgerelateerde vragen, nogmaals, die twee denkrichtingen is vooral niet af. Dus hoe ga je die nu beoordelen? Dus ook hetgene wat aan de politiek moet worden voorgelegd, moet van meerdere aspecten bezien zijn dan alleen deze twee prenten, om het zo te zeggen. Nogmaals, dat hebben we ook als zodanig als aandachtspunt opgenomen. Dat wordt meegenomen in die afweging in de Raad. En die 2700 handtekeningen, nu heeft die wet al die ook van tevoren gezegd, maar wij hebben dat ook nog in het rapport. Goed, het rapport, ik weet niet hoeveel bladzijden het is, maar het staat wel in het rapport, ook vernoemd. En tot slot, ja, hebben de bewoners nog een stem in het verdere planproces, de verdere ontwikkeling? Dan kan daar ook nog, denk ik, iemand van de gemeente antwoord op geven. Maar dat is net ook al een beetje aangeraakt. Nou, uiteindelijk hebben we dus nog steeds die twee denkrichtingen. En dan een derde. En hier staan eigenlijk meer nog de kansen die we zien voor de Schwinswei. Mensen kansen een groter verband. Dus even buiten de Schwinswei gerekend. Is dit de kaart eigenlijk hierboven, de uitzicht door bijvoorbeeld. De Romeinse villa kun je mee aan de slag. De verbindingen hier met de wijken maken. En de stad Broekemolen en dergelijke. En uiteindelijk ga ik eerst nog even in op die twee denkrichtingen van de oude zwem- en sportlocatie. Dus dit, en ik bouw hem daar op. Dus dit is denkrichting 1. En die hebben we genoemd natuur, cultuur, rust en ruimte. En ik ga hem even zo. Kijk, we hebben de stijl, het gebied. Stimuleren biodiversiteit en structuurvariatie. Ja, dat geldt voor overal. Dat is net nu iets waar ik nu niks kan laten zien. Maar dat is natuurlijk, je kunt die houtwallen nog optimaliseren. Je kunt die graslanden nog optimaliseren. Dat de ecologische waarde ervan groter wordt. De hatenboer terugbrengen. Nogmaals, dat cultuurhistorisch cluster zit hier gewoon in. Die historie beleefbaar maken van die Romeinen. Nou, dat kun je koppelen aan die Romeinse weg. Waarbij je natuurlijk... Zo, natuurlijk, maar goed, ik moet nu een plan gaan maken, maar je moet hem sowieso, daar kun je iets hier in het gebied mee doen. Dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Dat is ook wel opgenomen dat je die uiteindelijk ook nog in het stedelijk weefsel kunt laten zien. De waardevolle houtopstanden behouden. Nou, in deze variant spreekt dat voor zich. De beek laten meanderen, inclusief die 10 meter zone aan weerszijde van de beek. En in dit geval, ja, zo kun je natuurlijk kiezen voor het historische tracé, maar moet waterschap al zijn. Daar spelen daar nog wel meer factoren dan in zo'n plan. Als ze dadelijk hier een beter tracé vinden, dan is het waterschap, wil er ook naar kijken. Verbinding met de stad Broekemolen vonden we zelf aan een belangrijke. Is ook wel, die meneer van de stad Broekemolen heeft het ook zelf aangegeven, ook enkele anderen, maar ook wel onze eigen visie uiteraard. Kijk, die stad Broekemolen heeft altijd in verbinding gestaan met die beek. En dus die weg vormt nu toch wel een barrière. En we hebben het ook gehad toen een keer van, is er nog behoefte aan een soort educatief centrum voor natuureducatie? Nou ja, dan zouden we zeggen, in deze variant, doe dat nu vooral ook daar. Dat is een monument, volgens mij nog wel met wat ruimte,
En ga dan niet in dit geval dan ergens anders hier nog iets nieuws voorzien. Cultuurstootscluster is daarmee ook benoemd. Dus dat hangt dan samen met die stadbokkenmode, de beek hier, de Hatenboer en die Romeinse weg. Ja, recreatief medegewijk wandelen, voornamelijk. Er zal natuurlijk ook wel eens iemand met de fiets door kunnen komen. Dat is geen probleem. En het is niet dat hier die routes kunnen komen, wat ons wel een logische route reikt, is dat je die koppelt aan de beekstructuur, zodat je ook vanuit het centrum naar het gebied kunt gaan. En wat hier wel belangrijk is, maar dat geldt eigenlijk bij elke groenwaarde die we maken, denk ook wel na over een bestendig beheer en onderhoud voor de toekomst. Want anders leg je het aan. En als je dat toch niet beheert en onderhoudt, in Nederland is de natuur nu eenmaal niet meer dat het wilde natuur is, die hebben we niet meer. Je moet er ook in investeren op de lange termijn om die natuurwaarde ook te houden. Want dat is ook trouwens aangemerkt, als je niks doet, wordt alle graslanden bos. Bos heeft natuurlijk ook natuurwaarde. Maar het gaat voornamelijk om die variatie tussen open en beslotenheid. Daar heeft natuur eigenlijk de meeste baat bij. Dus een teveel in bos is ook gezegd, is niet goed per se in dit gebied. En denk je, we hebben toch eens gekeken, ja, door de ooghaar, hoe zou zoiets kunnen uitzien? Dan ga je toch een beetje een schets maken. Maar ik val in een raad, ik die helemaal gaat toelichten. Dus de beekloop, nou ja, in een mooie, hoe gaan we die weg overkruisen? Komt er een mooie brug, en dat verlengde we de Romeinse weg. Zou je die ook nog dan kunnen trekken over de vijverpartij? Maar nogmaals, dit is meer even om te laten zien hoe je dus toch met zo'n randvoorwaarde aan de slag kunt, om in een vervolgfase een echt plan te maken voor zo'n gebied. Nou, hebben we datzelfde gedaan, en uiteindelijk kom ik straks ook bij, richting 3 of 1,5, hoe je wil noemen. Natuur en landschap in balans met het intensieve gebruik. Dat sluit dus wel aan. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nogmaals, hebben we er ook zelf onderzoek naar gedaan dat dat te combineren is. Maar het sluit ook aan op die ambities die er al zijn in het bestaande beleid. Nou, even, we hebben dat met een arcering willen doen. Ik wil niet zeggen dat elk bolletje een weet ik veel is, een huisje. Of, maar we hebben gewoon gemeend, we hebben net was het gebied helemaal groen. En in deze variant zou je dus kijken naar een gebied waar een afwisseling is tussen groen en rood, om het zo te zeggen. Nou, dan gaan we dus de Hatenboer terugbrengen. Dat is sowieso belangrijk, wat je ook doet. De zwemfunctie zou je dus hier kunnen kopen. Ja, behoud je dan. Maar goed, dat kan ik nu ook niet voorzien. Ga je nou uit van het behoud van het bestaande zwembad? Of kun je misschien iets in koppeling maken met zwemmen in de grachten van de Hatenboer? Ik noem er iets even iets geks, maar dat is een beetje, daar kun je in de toekomst over nadenken. De Romeinse historie beleven maken, heel belangrijk. Hoe je dat ook moet doen, maar dat is heel belangrijk. Want dat is de kracht, de identiteit van het gebied. De Stadbroekermolen, daar weer mee verbinden. En ook hier kom je wanneer, in deze hoek vooral, waar die cultuurhistorie zich helemaal afspeelt, ook nog met die Romeinse villa die daar ligt. Dit is wel, want dat hebben we net ook aangehaald, hè, bij die natuurwaarde. Met name in dit gebied zijn de houtopstanden van belang, waar de meeste natuurwaarden aan zijn gekoppeld. En hier hebben we ook gezegd, dus we moeten je houtopstanden behouden. Maar wil je dat ook goed kunnen doen en wil je er ook nog meer ontwikkeling aan geven, zou je links en rechts, stel als je een boom, een bolletje, projecteer dat zo op de grond. En dan links en rechts van dat bolletje, wat je dan ziet, hebben we nog eens 10 meter aangehouden. Dus even grofweg, dat is niet overal, is die zone die nu minstens 10 of niet 10 meter is, ga je weer naar een 30 meter brede zone waar je binnen, om die balans te krijgen, zou je daar ook dat groene karakter moeten stimuleren. Aan weerszijde. Nee, ik ga eerst even door. Ik wil mijn verhaal even afmaken. De beek laten meanderen. Ook weer inclusief die 10 meter zone aan weerszijde. Het tracé nogmaals moet nader onderzocht worden. Die bufferzone tussen, ja, ook, tussen de Schwinswei. Ook van verband met die bever, maar ook in verband met het goudgroene natuur. Dus een bufferzone maken daartussen. Een doordachte verkeersinsluiting. Want in dit geval moet je daar dus over nadenken. Als je daar iets van, ja, van een rode ontwikkeling wil. En ook hier, wel heel belangrijk, het is wel echt een eis dat je ook zegt, het gebied moet wel doorwaardbaar blijven. Nogmaals, langs die beek zijn er weer mogelijkheden. Of dat daar precies hier of daar, dat is even symbolisch aangeven. Maar belangrijk is hiermee, de doorwaardbaarheid van het gebied is een vanuit wat we hebben opgehaald, vanuit het gebied wat er nu bij liggen, is dat belangrijk. En dat is nog even aangeven. Ja, ik zeg niet dat het gebeurt, maar daar zet iemand aan een flat neer. Dat is dus niet de bedoeling. Maar het moet laag blijven wat je er ook doet. Nou,
ook hier hebben we een beetje gewaagd aan een prentje hoe dat zou kunnen zijn. Dan zie je die houtopstand, dan zie je de beekloop. Normaal, we hebben daar, dit kan de oude zijn, of misschien zijn er wel twee takken. Maar goed, ik ben nu in het vullen, dat is heel lastig. Maar ook die verbinding weer met die Stadbroekermolen. En wat altijd geldt, en hier staat natuurlijk meer in, bijvoorbeeld alle overige wet en regelgeving is ook van toepassing. Dus we hebben in Nederland ook de Natuurbeschermingswet. Wie daar ook iets wil of wat je ook gaat doen, die is dan altijd geldig. Dus we hebben niet meer alles wat als standaard geldt, hebben we niet nog eens benoemd. Ja. Uiteindelijk, vanuit ons verhaal, hadden we dus die twee denkrichtingen. Maar goed, en dat is even niet om dat tekort te doen, maar uiteindelijk wat wij zagen, althans we hebben weet en verbeter ons als het niet is. En we hebben even onze kaarten voor gebruikt. En dat is volgens mij natuur, cultuur, daar waren we het over eens dan in deze denkrichting. En de zwembad of zwemfunctie is iets wat jullie zeggen. Wij zien dat ook in die variant, maar misschien willen jullie dat daar zelf vertellen. Maar zo zit je dadelijk ook, anders kan dat veel beter, in het rapport. Dus uiteindelijk, en daarom hebben wij hem even denkrichting, nu even anderhalf om het zo te noemen, maar goed, of die nu drie is. Of, dus we hebben de natuur, cultuur, rust en ruimte. We hebben die. Wij hebben, en jullie hebben dan, of niet alleen jullie trouwens, wij Schwinsen moet ik zeggen. En die hebben dan de variant 3 die er nu in zit. En zo hebben we het nu ook. Dus aangeven dat het, we hebben alle, alles opgenomen wat ook de belangrijkste zaken die zich gemeld uit dit proces. Hebben we ook in het rapport opgenomen en zo is die ook in het rapport beland. En volgens mij heb ik nu alles verteld. Ik kijk de heer hier even aan. Dan misschien toch even een pauze. Mag ik? Nee, wacht even. Na de pauze vragen aan u. Er is in ieder geval gevraagd om nog even naar de das en de oer, ik hoop dat ik het goed zeg, te kijken. En, of de bever, wat was het precies, meneer Wagenmans? De das en de oer, daar hebben ze niet genoemd. Nee, maar heb ik het goed. En ik heb van verschillende mensen de vraag, ook hier achterin, de visie, wanneer is het rapport er, et cetera. Maar dat is misschien een vraag voor na de pauze. En we hebben afgesproken dat voor de pauze meneer Gele eerst het woord zou krijgen. En daar wil ik me netjes aan houden. Dus aan meneer Gele. En ik begrijp dat u afsluit met iets bijzonders. Graag een microfoon. Dank u wel. Hij doet het goed. Aangezien wij geen PowerPoint hadden voorbereid, hebben we onze eigen PowerPoint meegenomen. Dan stel ik voor dat we even wachten tot de dames het kunnen tonen. Ja. Bekend plaatje, al vaker gedistribueerd afgelopen maanden, maar bij gebrek aan ondersteuning met PowerPoint hebben we het toch maar zo geprobeerd. Ik ga even mijn bril afzetten. Lees voor mij iets makkelijker. Meneer Verbeek, of moet ik hem even vasthouden? Dat kan prima zo. Ja. Meneer Verbeek, bedankt voor het opnemen van die richting in de natuurvisie, natuur- en landschapsvisie. Fijn om dat te zien. Wij hebben sinds vorige keer nog wat verder nagedacht over de invulling van denkrichting 3. Denkrichting 1,5, zoals die nu gedoopt is. Wie van de twee dan ook. We hebben gesproken ook met een aantal fracties afgelopen maanden en in de gemeenteraad. En hen gevraagd wat zij ervan vonden. En vervolgens hebben zij ons gevraagd, denk nog eens verder na over een aantal zaken waar wij nog niet duidelijk genoeg over waren. Nou, dat hebben we geprobeerd om dat in te vullen. En ik ga jullie vanavond daar iets meer over vertellen. Dus misschien om nog even samen te vatten waar denkrichting 3 echt voor staat volgens ons. Die vraag die lag er eigenlijk net. Denkrichting 3 die staat voor ons voor ruimte, rust en ontspanning, natuurbescherming en natuurherstel, klimaatadaptatie middels breed meanderende beken, recreatie en sport, fietsen, vissen, wandelen en natuureducatie. En denkrichting 3 biedt geen ruimte voor vakantiehuisjes, permanente bebouwing of andere rode ontwikkelingen. We hebben van de raadsfracties eigenlijk twee belangrijke vragen meegekregen. De eerste vraag betreft de economische effecten van denkrichting 3. Ons standpunt is dat denkrichting 3 op lange termijn de meeste waarde oplevert voor de stad Sittard. Want een stad met veel groen houdt jonge inwoners vast en trekt nieuwe inwoners aan. Niet voor niets stonden natuurbehoud en groen bovenaan de lijst van wensen van inwoners in Toekomstvisie 2030. Vooral jonge gezinnen zijn essentieel om nieuwe werkgevers naar de stad te trekken. En volgens het RIVM levert een hectare groen
mede daarom in een stad tussen de 50.000 en de 100.000 euro aan maatschappelijke waarde op. Daar zijn rapporten van. Elk jaar weer. Bij 22 hectare ESCS-terrein gaat het om 1 à 2 miljoen euro per jaar aan maatschappelijke waarde. Elk jaar weer. De tweede vraag betreft, en wie gaat dat betalen? Terechte vraag op zich. Wij presenteren natuur, wij presenteren een zwemfunctie. En de terechte vraag is, wie gaat dat betalen? Daarom stellen wij na overleg met een groot gedeelte van onze achterban de volgende drie oplossingsrichtingen voor om denkrichting 3 financieel haalbaar te maken. En de eerste zal geen verrassing zijn, die heet Zittert Waterproof. Het ESCS-terrein moet worden heringericht zoals dat was voorzien in Zittert Waterproof. Dat is vanavond reeds gezegd. Dat plan ligt er al, dat ligt er al sinds 2016. Het is tot nu toe vooral in uitvoering tot en met het stadspark. Maar de plannen tot en met de Zwienswei liggen al klaar. En de argumenten ervoor zijn keurig door de gemeente opgevoerd in het document wat ik hier bij me heb. Droge voeten houden, minder last van extreme droogte, minder hittestress, betere ecologie, het Beekdal beleefbaar maken en minder onderhoud. Dat zijn de argumenten die door de gemeente zijn genoemd in Zittert Waterproof. Daar hebben wij niks meer aan toe te voegen. Dus snel uitvoeren dat plan, zeker na de overstromingen van afgelopen zomer. Uitvoeren met hele brede beekdalen voor maximale waterberging en daarna herinrichten van het terrein met ruimte voor de natuur. Precies zoals het al gebeurde in Münstergelen van het Stadspark. Dat is prachtig geworden en het verdient onze waardering. En dit is dan ook de eerste keer dat ik ga vragen aan iedereen die het daarmee eens is om zijn hand op te steken met onze wijs wiens wij. Kijk, dat is compliment voor de gemeente bedoeld. Het ziet er echt prachtig uit en zo zouden we het ESCS-terrein ook graag zien. Maar waar moet dan dat geld vandaan komen? Nou, om die laatste fase te doen. Het is eigenlijk een beetje vastgelopen op budget, als ik het goed begrepen heb, een aantal jaren geleden. Maar inmiddels zijn er toch, denk ik, twee concrete mogelijkheden bijgekomen. Net als bij Zittert Waterproof en Corioglana moet dat kunnen in samenwerking met provincie, waterschap, IVN en natuurmonumenten. Daarvoor zijn op Europees niveau nog steeds subsidies verkrijgbaar uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Voor de periode 2023 tot 2027 is er recent een nieuw budget beschikbaar gesteld van 95,5 miljard euro. Het gaat natuurlijk ook wel om iets meer dan de Zwienswei. Voor het verbeteren van biodiversiteit, waterkwaliteit en waterbergend vermogen. Dus er zijn enorme subsidiepotten beschikbaar in Brussel voor het uitvoeren van Zittert Waterproof en alles wat daar omheen hangt. Als het voor de reeds uitgevoerde deelprojecten van Zittert Waterproof gelukt is om daar geld uit te krijgen, dan moet dat ook voor het nieuwe project kunnen lukken. Dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid voor Zittert Waterproof is om aanspraak te maken op het Deltaplan. Daar is afgelopen jaren het Ruimte voor de Rivierenproject uitgefinancierd. Hebben we hier ook plezier van gehad, niet zo ver van ons af, voor de rivieren. En sinds de overstromingen van afgelopen zomer zijn er serieuze plannen om fondsen vrij te maken voor een Ruimte voor de Bekenproject. Als onderdeel van het actiewaterplan Limburg van het Waterschap. Waterschap Limburg heeft een paar maanden geleden 1 miljard euro gevraagd van het Rijk voor werkzaamheden aan de Geul, de Gulp, de Roer en de Geleenbeek. En daar hebben we het hier over. Dus er is geld beschikbaar buiten onze gemeente en daar hebben we in het verleden ook van kunnen gebruik maken, dus dat moet nu weer kunnen. Dan oplossing nummer 2 en die heet Schoenmaker blijft bij je leest. Wij Zwienswij stelt voor om de bestemming van het ESCS-terrein, exclusief het terrein van de Nieuwe Hatenboer, te veranderen van maatschappelijk naar natuur. Het samen te voegen met de Zwienswij en dan deze grote Zwienswij, zoals wij die noemen, over te dragen voor verdere ontwikkeling en beheer aan natuurmonumenten of de Stichting Limburgs Landschap of iets soortgelijks. Het mes snijdt dan aan vier kanten. Kan normaal gesproken niet, maar dit is een mes dat snijdt aan vier kanten. Namelijk, het beheer van het natuurgebied wordt gedaan door specialisten die dergelijk werk in heel Nederland doen en in Limburg ook op grote schaal bij de Rode Beek, de Geleenbeek, Brunsumerhei enzovoorts. Tweede aspect is dat dergelijke organisaties ook nog toegang hebben tot gelden van bijvoorbeeld de postcode loterij en allerlei andere goede doelen. Derde punt is dat ze zo'n natuurgebied dan ook letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.
bij hun leden, fietsers, wandelaars, natuurliefhebbers. Daar zijn dat soort organisaties goed in. En het bespaart de gemeente ook nog geld aan het beheer van het natuurgebied. Wederom de vraag of jullie dat ook een goed idee vinden of niet. Kijk. Oplossing 3. Herinrichting van de Nieuwe Hatenboer. Wijswinswij wil graag dat het terrein van de Nieuwe Hatenboer wordt herontwikkeld met activiteiten die passen bij natuurgebied de Grote Zwinswij. Dat kan wat ons betreft gaan om bijvoorbeeld een buitenzwembad geëxploiteerd door vrijwilligers in een vereniging. Zoals het Jekerbad in Maastricht bijvoorbeeld. In betaalde camper, standplaats en natuurcamping als kostendrager. Ligt er eigenlijk al, maar is nu gratis. Dat kan slimmer. Een gesubsidieerd lokaal voor natuureducatie dat verhuurd kan worden aan organisaties zoals Senemedorollen, IVN, scholen, etc. Een klein aantal tiny houses voor tijdelijke bewoning met als voordeel dat er dan meteen ook sociale controle is in dit gebied. Faciliteiten voor vissers met koffie en dergelijke, net als bij de Driepoel in Geleen. Dat soort invullingen van het huidige nieuwe Hatenboergebied zou wat ons betreft kunnen. En als de gemeenteraad kiest voor denkrichting 3, dan wil Wijswinswij de gemeente Sittard-Geleen graag haar hulp aanbieden. Door het starten van een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief om te komen tot een gedragen plan voor de herinrichting van het terrein van de Nieuwe Hatenboer. Een plan waarbij dit keer niet eerst wordt besloten. Dat is namelijk eigenlijk op 23 december 2020 al zo besloten. Ik heb het besluit hier bij me. Maar dat dit keer niet eerst wordt besloten voordat de omwonenden en de belanghebbenden naar hun mening wordt gevraagd. Wij willen in dat proces graag samenwerken met ambtenaren en met professionele adviseurs. Wij kunnen de plannen niet toetsen zelf aan wetgeving en haalbaarheid. Dus dat laten we graag aan de specialisten en aan de gemeente over. Net als de regie over de verdere uitvoering en de herinrichting. Maar waar wij voor kunnen zorgen is voor een plan dat gedragen wordt door de omgeving. Want we zorgen voor nog wat anders. Misschien nog wel veel belangrijker. Wij kunnen een bijdrage leveren aan de terugkeer van het vertrouwen van de inwoners van Sittard-Geleen in het bestuur van deze stad. De burgerpeiling van begin dit jaar maakte duidelijk dat maar 1 op de 10 burgers in Sittard-Geleen vertrouwen heeft in het stadsbestuur. En dat is aanzienlijk slechter dan het landelijk gemiddelde. En in de krant liet BMW weten dat het hoog tijd wordt om echt te gaan luisteren. Nou, dit is jullie kans. Wie is het daarmee eens? Ten slotte, wij willen vanavond graag 20 bomen aanbieden. Jammer genoeg mochten we er maar 4 mee naar binnen nemen. De rest staat buiten op de stoep. We willen graag vanavond deze 20 bomen aanbieden aan meneer Meekels, aan de gemeente en vertegenwoordigd hier door meneer Meekels, om te helpen met de juiste beslissingen de komende maanden. We hebben mooie plekken op het ESCS-terrein in gedachten voor deze bomen. Zo'n beetje midden op de vrije stukken grasland rondom de breed meanderende Molenbeek. Ongeveer waar de rode stipjes nu net nog stonden. Wij zorgen wel dat er genoeg bomen zijn ten opzichte van het aantal stipjes. Na afloop van vanavond moeten we deze bomen jammer genoeg gewoon mee naar huis nemen. Dan gaan we ze tijdelijk op de Zwinswijk planten in afwachting van de herinrichting van het ESCS-terrein. En dan zullen we ze ompoten. Iedereen mee eens? Dank u wel. Mag ik, meneer, want dat zal het ongetwijfeld de vraag zijn, meneer Meekels, ja, naar voren vragen? En zouden jullie elkaar dan... Is er iemand die... Ik neem aan meneer Gelen, hè? Dat hij ook graag daar een foto... Is er iemand die een foto... Ja, dat gaat lukken. Nog iemand? Dan hebben we in ieder geval 2 foto's. Zo moet het doen, hè? Ja, maar wacht even. Even wachten. Moeten de dames er ook nog bij of niet? Ja, dat gaan we heel netjes doen. Zullen jullie nu achter de bomen gaan staan of kijk even wat wijs is? Nou. Even, meneer Gele en Meekels, jullie zijn er klaar voor, de dames zijn er klaar voor. Zo zien we door de bomen het... Nee, maar de fotografen zijn er klaar voor, dan ga ik nu het woord geven aan meneer Geen... Ik ga er verder geen lang verhaal van maken hoor, we gaan gewoon... Dankjewel, hè. Dankjewel. Applaus voor beide heren en de dames.
Ik stel voor dat we 10 minuten gaan pauzeren. Ik had al gevraagd, neem uw kopje zoveel mogelijk in recyclebaar mee, vul hem en kom weer terug. En over 10 minuten gaan we verder. En ik heb deze meneer beloofd dat ik als eerste naar u toe kom. Dames en heren, zouden jullie alstublieft weer plaats willen gaan nemen? Dames en heren. En de laatste komen ook naar binnen. Ik hoop dat de koffie of thee jullie gesmaakt heeft. En ondertussen is er een bak frisse lucht naar binnen gekomen. Dus je voelt een beetje de kou. Maar we hebben het wel even laten ventileren. Ik zou graag het komend half uur, drie kwartier als het kan. Maar we kijken natuurlijk straks hoeveel vragen er zijn. Jullie maximaal de gelegenheid willen geven. Ik heb net begrepen dat de sheets en de visie, en dan moet ik het goed zeggen, in de loop van volgende week online staan. En voor die ene die het niet weet, waar staat het precies online dan? Metzittertgeleen.nl. Dat zullen we nog, maar goed, dat zullen we nog even communiceren. Dus op metzittertgeleen.nl komt de film met de sheets en de visie worden daar online gezet. En dat is in de loop van volgende week? In de loop van volgende week. Ja. Dan had ik beloof aan, hoop ik dat ik het goed zeg, meneer Wagemans. Want ik had gezegd, ik kom als eerste na afloop van na de pauze bij u. Ik hou altijd mijn microfoon vast. Oké, okay, goed. Ik dank u wel. Nou, ik wil een paar opmerkingen maken eigenlijk vooraf. Dat is vooral bedoeld voor raadsleden van de gemeente Sittard-Geleen. Want waar zijn wij hier nu mee bezig eigenlijk? Wij zijn bezig om het laatste stukje groen wat Sittard nog heeft te verkwanselen voor een paar centen aan een projectontwikkelaar die over 2-3 jaar het project doorstoot aan een pensioenfonds. En dan zit iedereen in met gebakken peren en over 10 jaar... heb je Hommelheden 2, vlak bij elkaar ook nog in dit geval. Vol met allerlei buitenlandse werknemers, met verslaafden, met weet ik wie allemaal. En dan komen ze zich melden bij de kassa van de gemeente Sittard in het kader van de WMO. Die weg is verkeerd. Wij moeten omdenken, we moeten weg van die oude politiek. Dat college van BMW, die gisteren besloten hebben, die zijn voor mij al verloren. Want je doet niet aan burgerparticipatie door alvast een besluit te nemen en vervolgens de mensen met dat besluit te confronteren. Dat is geen open en transparant bestuur waar wij naartoe moeten in deze stad. Zo werkt het niet. Dat is oud bestuur. Ik zou haast zeggen dat is buchten. Het werkt niet meer. Maar mag ik u vragen, dadelijk ook richting de vragen te komen? Nee, je moet me niet in de reden vallen. Ik wil het gewoon afmaken, dat verhaal. Dus waar zijn we nou mee bezig? Ze hadden al besloten dat ze dit wilden. Dan willen ze dan wat geld uithalen. Ze begrijpen kennelijk niet hoe belangrijk die natuur is. Kijk eens wat er in de wereld gebeurt. Kijk eens wat er in Glasgow gebeurt. En wat doen wij hier? We doen precies het tegenovergestelde dan de wereld wenst. En wij ook zelf zouden moeten wensen. En dan gaan we dat nu in een soort van halfbakken plan gaan we dan een stukje
groen weer teruggeven richting die Zwienswei. En dan blijft er nog weer wat rood over. En het eind van dit liedje is dat alles verkloot is eigenlijk. Want je kunt maar kiezen. Dan, als je eenmaal gaat bouwen daar, dan zeg ik van bouw het maar hartstikke vol, mijmer met 1000 huisjes. Maar dat is allemaal, dat werkt zo niet. Je moet gewoon één plan pakken en dat moet je dan doorzetten. En niet een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje van dat. En dan wordt er gezegd, de economische drager is de stimulans voor de het toerisme van Sittard. Er is toch geen mens die daar in dat park midweek, in het weekend, daar zit. Die gaat toch nauwelijks de stad van Sittard in. Die gaat naar Lidl en die gaat naar Tudderen en die gaat daar inkopen doen. En voor de rest zijn het zuinige Hollanders die nog geen koekje bij de koffie krijgt. Ja. Dus dat gaat niet werken. Dus die economische drager, dat is een drogreden. Ik vraag me werkelijk af waarom de raadsleden van Sittard, die moeten toch in de gaten hebben. Ze zijn er niet voor zichzelf, voor het algemeen belang. Ze moeten opkomen voor de mensen aan deze kant van Sittard, van die grote volkswijken waar die mensen wonen en recht hebben op een stuk natuur. En dat gebeurt gewoon niet, want die mensen die worden gewoon in de kou gezet. En dan krijgt de gemeente misschien 1 miljoen of 2 miljoen. Ja, die worden gaan dan vervolgens weer in een grote begroting. En daar zie je niks meer van terug. En het gebied is uiteindelijk totaal verloren. Er komt nog bij dat ook de realisatie van dit plan. Want ik vind dat je ook als stadsbestuur moet kijken van, kreeg ik dit er uiteindelijk wel door? Nou, ik ga je vanavond één ding beloven. Als het aan mij ligt, krijgen jullie het er niet door of pas na ongeveer 100 procedures. Want ik heb jullie beloofd dat ik tegen iedere besluitvorming in dit plan zal er tot aan de Raad van State geprocedeerd worden. En ook nog met de provincie. Dus jullie krijgen jarenlange vertragingen. Ik doe dit pas 43 jaar, dus ik weet hoe dat werkt. Ja. Dus die vertraging, jullie krijgen dat project sowieso niet rond in mijn ogen. Want tegen die tijd dat jullie daar iets willen gaan doen, dan is de economie gekanteld en dan hebben jullie geen investeerders meer en dan gaat de zaak sowieso door de beek. Ja? Dus dat gaat hem gewoon niet worden. Dus je kunt nu beter kiezen voor plan 3, in dit geval, wat is voorgesteld, en gewoon Sittard een stuk extra natuur gunnen. Want dat is je verplichting als politicus. Om te zorgen dat die stad er beter van wordt. Want we zitten al met eindeloos veel industrie overal. En het wordt tijd dat die bakens eens een keer verzet worden. In dit project, het is het laatste groene verbindingszone wat er überhaupt in Sittard geleen is. Ik heb het gevoel dat u richting de vragen gaat. Nee, en dus ja, maar mijn punt is ook dat ik vind deze hele planvorming, dat is gewoon een zoethoudertje. Want eerst hebben ze het proberen te besluiten. Toen lukte dat niet. Toen dachten ze, weet je wat, we schuiven er zo'n bureau in. Die bureau die lult wel een hoop over al die dingen. Probeert die mensen over te halen. En vervolgens doen we toch de besluitvorming. Dan leggen we dat rapport van dat bureau eronder. Maar er wordt ook, wat heb ik nu eigenlijk trouwens aan die denkrichtingen? Want die zijn toch helemaal niet ingevuld? Wat zit daarachter qua rood? Wat is dat? En ook, er wordt ook gezegd, ja, economische drager. Waar blijkt dat uit? Dat als je nog geen enkele ontwikkeling kent, hoe kun je nog eens zeggen, als je niet weet wat daar gebouwd wordt, hoeveel mensen daar komen, hoeveel output dat heeft voor de toerisme in Sittard? Dat kun je toch nooit weten? Want het is gewoon een flauwekul verhaal wat Mekels daarop hangt. Want hij weet toch helemaal niet de basis. Wacht even, u heeft nou 3 vragen gesteld, hè? Ja, de basis. En ik zie andere mensen die willen ook vragen stellen. Ik wil dan ook zeggen, de basis van dat economisch verhaal, die is er gewoon niet. Die ga ik als vraag pakken. Nee, u bent ook ingehuurd om de zaak te stromen. Nee, ik probeer het zo goed, maar ik zie dat andere mensen de handen gaan op. Nee, ik wil dat verhaal afmaken. Dus wat ik voor pleit is dat die raadsleden in ieder geval proberen na te denken. Want als de gemeente Sittard Geleen, Breitlands, dat is volgens mij de meest, samen met VDL, is de meest promising economische ontwikkeling van deze hele gemeente. In Brightlands, als jij daar mensen wil hebben die vanuit het buitenland daar komen wonen en werken, dan zul je die mensen ook een fatsoenlijke leefomgeving moeten bieden. Anders vertrekken ze allemaal, inclusief Brightlands, sta ik weer ook nog naar Maastricht. En dat is de taak van het gemeentebestuur. Die moeten zorgen dat er een fatsoenlijke leefomgeving is, dat die mensen hier graag willen wonen. Ik heb u laten uitpraten. Ja. En ik zag de andere handen. Maar ik heb 3 vragen gehoord. Of althans, de echte vraag, of een vraag die u steeds stelde, was de rode draad
Is er voldoende financiële onderbouwing? Is er voldoende perspectief? En hoe verhoudt zich dadelijk de totale planontwikkeling? Wordt concreter. Ja, en dit soort bedrijfjes zoals Verbeek en ook de ecologen... Ja, met respect voor iedereen, hè, alsjeblieft. Nee, maar goed, dat is gewoon wiens woord men spreekt, wiens brood men eet of omgedraaid. Dat is gewoon, het werkt in heel Nederland. Dit is gewoon een manier om te proberen politiek iets door te duwen. In strijd met wat de mensen willen. Waarom doet het gemeentebestuur niet wat de grote meerderheid van de bevolking wil? Okay. Ik denk dat uw statement helder is. Ik ga de vraag stellen. Zullen we dan schrikken? Eén opmerking nog. En ik wil nog één ding zeggen. En dan wil ik ook dat de mensen hier oproepen... dat in hun buurten en bij iedereen die ze kennen vertellen. Als dit verkeerd gaat, als hier de rode lijn Mekels wordt doorgezet... dan hebt u in maart de kans bij de gemeenteraadverkiezingen... om in de Sittardse politiek... een andere wending te geven, want dan kunnen jullie afrekenen met deze mensen. Maar dat is aan de politiek. Dat is op 16 maart volgens mij 2022. Ik heb de vraag toch voor meneer Verbeek. Ik ga jullie allebei, hebben jullie een microfoon? Meneer Mekers heeft erin. En u, meneer, de vraag toch. Het rode, het groene, kan alsjeblieft staan, want anders zien ze u niet. Ik antwoord niet meer op die meneer. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Als iemand me een lulkoek verkoopt... Ik heb drie keer gezegd, met respect voor... De grens is getrokken. Ik wil antwoord geven op fatsoenlijke vragen. Die meneer, zo laat ik me niet bejegenen. Doe ik niet. Dus ik antwoord er gewoon niet op. Dat is uw keuze. Ik heb in ieder geval drie keer geprobeerd en netjes aangegeven. Het zijn uw woorden en laten we het netjes houden. Dat heb ik gezegd. Ik denk dan, zoals de waarde is, vertrouwt hij zijn gasten. Dat is uw statement. Ik heb in ieder geval gezegd, laten we netjes voor elkaar blijven. En ik zou graag zo de wedstrijd willen uitspelen, althans tot 9:15. Meneer Mekels, toch een vraag aan u. Hè? Even los van die politiek. Zijn de burgers en statement, 16 december komt het aan de raad. Even qua proces. Op 16 december komt het aan de raad. Is er ook nog iets van inspraak mogelijk? Of moeten mensen naar politieke partijen? Hoe werkt dat? Ja, op eerste plaats bedankt voor de complimenten, meneer Wagemans. Ik ga niet zo ver dat ik heb respect voor uw opmerking, maar ik vind dat u te persoonlijk wordt. Ik zit hier namens de stadsbestuur, sta ik hier. En ik heb in elk geval tot taak om initiatieven die in deze stad worden ingediend te onderzoeken op mogelijkheden. En dat hebben wij ook het bureau Verbeek gevraagd. En die hebben het best gedaan om in elk geval zeg maar aan te geven wat mogelijk was. Want we gaan uit van de bestaande bestemming. Ik zeg het nog een keer, de bestaande bestemming is maatschappelijk. Je hebt gezien wat er stond en vanuit die redenatie is gekeken naar de optimale mogelijkheden. Ingebed in het groen, voor de duidelijkheid. Ingebed in het groen, want er is veel oppervlakte van die ECS-locatie ingezet ten behoeve van de natuurontwikkeling. Dat is één. Twee wil ik zeggen, ik vind plan 3 sympathiek. Dat meen ik oprecht. En ik wil hem ook onderzoeken. Maar wel onderzoeken op haalbaarheid. Ik vind dat het een kans verdient. Maar ik vind ook dat andere economische initiatieven een kans verdienen. En misschien komen er wel andere ideeën dan hetgeen wat we tot nu toe hebben. Is voor mij niet het debat. Het gaat om die rode vlakken. Dat was de discussie. Daarbinnen zouden mogelijkheden zijn. En we hebben alleen maar geprobeerd, en niet meer dan dat, om budgettaire ruimte te creëren om die ontwikkelingen die bureau Verbeke schets heeft te financieren en een zwemvoorziening te bouwen. Ik maak mij niet afhankelijk van dit plan. Ik bied ruimte. Maar ik kan wel zeggen dat nu toe dat we deze twee discussies hebben. Deze twee varianten en het college... Als stadsbestuur, met of zonder vertrouwen voor de duidelijkheid, die heeft daar een keuze in gemaakt en gezegd van dit geeft de meeste kans op die versterking van de natuur en het bouwen van de zwemvoorziening. Dan is er een proces gevolgd. Je kunt zeggen, ja, daar ben ik niet tevreden over, dat mag. Daar kan ik misschien ook nog het einde in meegaan. Maar je hebt gezien in de presentatie wie allemaal en wanneer inspraak is geweest. En je hebt kunnen zien wat bureau Verbeek allemaal heeft verwerkt in de stukken. En dat is de aanleiding geweest om het rapport af te maken. En op basis van alle signalen die we kregen, hebben we deze avond georganiseerd. Dat de hele stad, liefst de hele stad, ook naar deze plannen kan kijken. Want het gaat erom dat het natuurlijk wel een heel gevoelig thema is voor iedereen in de stad. Niet alleen voor u.
En u weet net zo goed als ik met ondernemers in de binnenstad praat, los of je het flauwekul vindt of niet, ja, die hopen toch dat dat een plus is in economische waarde. Maar dat terzijde. Hoe gaat het proces nou verder? U hebt allemaal, Wienswij doet dat ook, hebben de mogelijkheid om in te spreken. Er komt een rondebehandeling, of een commissiebehandeling heet dat, en dan kan men inspreken. De raad heeft de mogelijkheid om nadere voorwaarden te stellen. Geef voorwaarden mee, ik heb het er straks gezegd, aan hetgeen wat je acceptabel vindt. Als je het niet acceptabel vindt, moet je het gewoon zeggen, dat is geen debat. De raad is het hoogste orgaan en zal daarover besluit moeten nemen, niet het college. Het college doet alleen maar adviseren en zegt van wij vinden dit de meest verstandige om die doelstelling te realiseren. En de raad is aan zet om vervolgens aan te geven, ja, vinden we het acceptabel of niet. En daarna begint pas de uitwerking. Dus als er nou iemand discussie voelt... Even, graag eerst aan de wethouder. Dus met andere woorden, ik heb je ook straks gezegd, daar ligt dat plan van Potten. Smart Property is het, geloof ik. Die wil daar een vakantiepark. Die heeft eigen initiatief getoond en gezegd van, bekijk dat. Ik heb toen de tijd tegen de actievoerders, toen ik de eerste handtekening kreeg, heb ik dat gezegd, dat ik vind dat elk plan het verdient om te onderzoeken. Ik heb tegen mevrouw Bergelsberg in 2018 gezegd, toen het plan binnen was, tijdens een wandeling op de Schwienswij, er is een plan binnengekomen met het vakantiepark. Ik weet dat dat er is. Ja, toch echt wel. Nee, wandeling. Wacht. Ik kom dadelijk bij u. Ik kom zo bij u. Ik laat even meneer Meekers eerst het woord uitspreken. Wat wil die rechtzetten? Niet waar. Wat u zegt is niet waar. Waarom niet? Tijdens die bijeenkomst in 2018 is met geen woord gesproken over het plan van Smart Property. Wij hebben toen de bewoners al gevraagd van wat willen we met de Schwienswij. Er zijn toen allerlei ideeën naar voren gekomen. En er is met geen woord over gepraat. En 3 weken later stond het in de krant. Wij wisten niet wat we zagen. Meneer Meekers, deze mevrouw heeft een iets ander beeld van hoe het proces toen is gegaan. Ja, ze heeft een ander moment. Okay. Ik heb daarvoor, samen met collega Schmid een wandeling met u gehad op de Schwienswij. Toen heb ik u persoonlijk gezegd dat er een plan was binnengekomen met betrekking tot het vakantiepark. Dat heb ik u gezegd. En misschien is mijn geheugen minder of beter dan het van u, maar u kunt het bij Kim Schmitz vragen dat zij daarbij was. Ga rustig verder. Dus even de duidelijkheid. Als ik lieg, is dat echt niet correct. Dus ik zeg u echt dat ik het heb geprobeerd te melden. En ik heb toen ook gezegd, ja, dat we het moeten bekijken. Dat we het willen bekijken. En daarna, dan komt het verhaal wat u zegt, dat klopt. Dat is zeer ongelukkig gegaan. Daar heb ik ook toen mijn excuses voor aangeboden. Dat heb ik ook straks gemeld. Nou, we hadden over de inspraakmogelijkheden. Wij, Schwienswij en anderen kunnen altijd inspreken. Bij de commissievergadering, bij de ronde, raad meegeven van denk daaraan, denk dit aan. Wil je variant 3 of niet? Misschien zegt de raad tegen mij of tegen het college, ga die variant 3 maar eens onderzoeken die men heeft gepresenteerd. Het zou kunnen. Ik geef die ruimte, wij geven die ruimte. Maar op basis van de stukken die er nu zijn, het onderzoek van Verbeek, adviseert het college naar de raad variant 2. Meer kan ik daar niet over zeggen. Helder, of ik het goed begrepen heb, probeer het samen te vatten. Volgende week komen de visie en de presentatie en alles daarop rent op internet. 16 december is de beoogde raadsvergadering. U zegt er is in Sittard-Geleen een mogelijkheid dat burgers, comité's en raadsleden kunnen inspreken of iets kunnen toelichten. U noemde dat een ronde of een vergadering. 16 december is de vergadering en u zegt de raad is het hoogste bestuursorgaan en het is dan aan de raad om te bepalen of naar links, naar rechts of met welke accenten daarbij wordt gelopen. Dat is wat u zei. Dat is het proces. Bij de rond en ze kunnen ook nog inspreken voor de raadsvergadering. Dat is het proces. Ik neem aan dat ook nog even helder als het kan. Ik zie het al op internet wordt gezet dat iedereen weet wat de processtappen voor de komende 6 weken zijn. Ja? U had een vraag. Toelichting. Laten we steeds zeggen het naam, vraag. Ja, ik vond het goed dat de heer Meekers positief reageerde op het plan van Wijs-Schwienswij. En hij zegt ik wil dat laten onderzoeken op de mogelijkheden. Is het dan niet verstandig om de zaak dat te onderzoeken, met de betrokkenen te praten, voordat de zaak naar de raad gaat? Die zegt, nou, we geven dat echt een kans.
We gaan dat serieus onderzoeken, ook de overdracht aan natuurmonumenten, subsidiemogelijkheden die genoemd zijn, al die aspecten gaan we serieus onderzoeken. En dan pas, als dat onderzoek of als dat de resultaten daarvan bekend zijn, dan leggen we het pas voor in de gemeenteraad. Ik ga de heer Meekers om een reactie vragen, uiteraard. Maar meneer Meekers staat hier als wethouder en als een van de vertegenwoordigers van het college. Meneer Meekers. Ja, wil ik graag een college bespreken. Kijk, hij is de representant als een van de vertegenwoordigers. Maar u gaat het bespreken, dus dat is komende week, neem ik aan. Wacht even. Ja, dat, u bent mij voor. Ik wilde net vragen, en dat zei ik, maar dat heeft u net niet goed. Althans, dat probeerde ik net uit te spreken. Wanneer wordt dat dan besproken en bekendgemaakt? Normaal vergaderen we op dinsdag, dus ik neem aan dat we het dinsdag bespreken. Ja. Deze meneer staat iets korter bij en dan kom ik naar u. Ik heb straks een andere vraag. Financiële onderbouwing gehoord van de positieve economische vibe. Welke benchmark wordt gebruikt? Hoeveel rendement gaat een overnachting kosten? Want ik denk inderdaad, ik ben ook vader van twee kleine kinderen, vandaar dat ik ook vecht voor groen. Maar een gezinnetje, pak een vakantiehuisje. Welgestelde mensen die geld kunnen uitgeven in de stad, die gaan naar de twee mooie topsegment hotels in de stad. Daar is geld aan te verdienen, die moet je iets bieden. Maar de vraag was dus, wat is de onderbouwing van het economisch rendement wat men in gedachten heeft. Ik snap het. Kunt u daar al... Die heb ik nog niet beantwoord gezien. Ik heb het goed gehoord. Kunt u iets al zeggen, meneer Meekers, over de economische onderbouwing, de toekomstige business case, de drager, et cetera? Nee, totaal niet. Omdat dat een zaak is van de ontwikkelaar en die moet dat verder uitwerken. We hebben hier vandaag en ook in het college discussie gevoerd, willen we dat wel of niet? En hij zal dingen moeten onderbouwen. Ik heb wel een financiële analyse van de twee varianten op hoofdlijn, hè, die we hier vanavond hebben gepresenteerd. Maar ik heb geen business case gezien nog van een vakantiepark, even de duidelijkheid. Wacht even, ik kom verheldende vraag, dan ga ik aan die mevrouw, maar wel via de microfoon. Want anders valt... Voor een exploitant is geld nu heel goedkoop. Als je een paar miljoen heeft, dan kan hij verdrievoudigen. De banken smijten met geld, is niks waard op de rentemarkt, op de kapitaalmarkt. Dus hij zal een financieel onderbouwd plan hebben. De vraag was, wat is het rendement voor de burgers en de gemeente? Hoeveel gaat de gemeente eraan verdienen? Hoeveel gaat de binnenstad eraan verdienen? Want ik denk, in ruggespraak met de heer Wagemans, of daar geef ik hem gelijk in, ik denk dat het rendement laag is. De doelgroep die in een vakantiehuisje gaat zitten, die gaat niet veel geld in de stad uitgeven. Die gaan uitvliegen naar de outlet in Roermond. Die gaan naar Maastricht. Die gaan misschien inderdaad een keer wandelen ergens in de buurt. In Brunsen, waar wel veel natuur is. Dus ik vraag de onderbouwing. Wat denkt de gemeente eraan te verdienen? En niet wat de exploitant eraan gaat verdienen. Ik ga dadelijk naar die mevrouw, meneer Meekers. Wordt in de komende periode duidelijk ook het maatschappelijk rendement en de input van de gemeente daarover in? Ja, lijkt me logisch dat aan de orde moet komen. En dat in de nadere randvoorwaarden, als vakantiepark het thema wordt om uit te werken, want dat is de discussie die ik net zei, dus een stap hierna, zal dat aangetoond moeten worden. Ik heb van allerlei verhalen gehoord, ook van diezelfde ontwikkelaar, maar ik heb gezegd, ik wil het niet weten. Het enige wat ik wil weten is of een vakantiepark past en jij een business case kunt maken. En dan komt de vraag wat jij stelt op basis van variant 2. Dat is de enige vraag. Als je zegt, van je kan met deze beperkte ruimte geen vakantiepark maken, zijn we klaar. Maar dan laten we eerst aan de raad. Deze mevrouw. Ja, ik wil... Eerst de naam alsjeblieft. Oh, sorry. Ik ben Mirjam Kortenraads. Ik woon eigenlijk bijna naast de Schwinswei. Dus ik heb er zeker belang bij. Als we uitgaan van visie 3. Het voordeel voor de gemeente is, er komt geld binnen. Ze hoeven zelf niet te investeren. Het geld wat je dan over hebt, kun je investeren in de stad. Ik heb 25 jaar op Kerkplein gewoond. En als ik nu in de binnenstad kom, dan komen we met tranen in de ogen. We hebben een grasveld op het Kerkplein. Ik zie de toeristen zie ik lopen met een boekje en gelukkig kijken ze naar de gevels en niet naar de grond. Het is een schandaal. Maar dat geld wat je nu over hebt door voor visie 3 te kiezen, kun je investeren in de binnenstad. En op het moment dat dan die toeristen komen, die gaan onze hotels bezoeken, die gaan gebruik maken van alle ondernemers in de binnenstad, die gaan gebruik maken van ons groengebied. En ik denk dat dat een win-win situatie is en daar moeten jullie op inzetten. Het was eigenlijk een statement en geen vraag. Mag ik het zo zeggen? Maakt me niet uit. Maar meneer Meekers heeft dat denk ik goed in zijn oren geknoopt. Hier zitten twee dames die
Ex-eco gelijk de hand opsteken, dus ik begin bij de eerste. Ja. Alsjeblieft, ik hou hem vast, maar uw naam. Ja, ja. Ik ben Corrie Elen en ik heb de volgende vraag. Wacht, ik moet even voor de koffie. Ja, ja, ik ga even zo zitten, anders kan ik meneer Mikkels niet zien. Dat vind ik niet zo fijn als ik een vraag stel. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is, sluit een beetje aan bij die meneer. Het standpunt wat BNW nou heeft ingenomen, hè, de keuze voor de denkrichting 2 met de economische ontwikkeling. Kunt u dat wat concreter aangeven, wat die economische ontwikkeling inhoudt, zowel wat kosten betreft voor de gemeente, als wat revenue betreft voor de bevolking? Dat is één vraag. En de andere vraag heeft op een ander item betrekking. Ja, want anders doen we ze één voor één. Nee, ja, nou, het gaat allemaal over de Schwinswijn natuurlijk. Hè? Nee, maar... en de tweede is, u vindt de denkrichting 3 sympathiek. Ik weet dat het beleid van de gemeente is om de participatie van de bevolking te stimuleren. Dit is een fantastisch voorbeeld van participatie van de bevolking. Waarom, of laat ik het zo zeggen, zou u dan niet voor 16 december die denkrichting 3 even serieus moeten gaan bekijken en laten uitwerken door BNW of de mensen die daarmee bezig zijn en namens de gemeente aan de bevolking presenteren als een van de serieuze mogelijkheden? Het zijn... Niet ernaast en het kan en Schwinswijn mag ook meedoen. Nee, jullie, BNW, gemeente Sittard, presenteert het plan van de burgers aan de brede bevolking. Het zijn twee vragen. Ik pak eerst de laatste. De wethouder heeft gezegd, ik ga volgende week terug in het college het bespreken. U hoort deze oproep ook om te kijken in die bespreking. Hoe kunnen we met participatie, et cetera, omgaan? Dat is vraag 1. Zou u daar eerst op willen reageren en dan ga ik dan naar de economische vraag. Ja, ik heb net al toegezegd dat we dinsdag in het college daarover zullen praten. Hè? En op het moment dat we zouden besluiten om dit alternatief 3, noem ik hem nog maar even, hè? Variant 3, nader te onderzoeken op realiteit, haalbaarheid, et cetera, dan zit er niks anders op dan het stuk van wat er nu ligt terug te pakken. Dat is helder. Mevrouw klikt helder. Mevrouw had ook nog een economische vraag. En dat wordt dan ook in diezelfde collegevergadering nog een keer tegen het licht gehouden. Ja, ze vraagt wel veel. Ik heb u net proberen uit te leggen dat ik op hoofdlijn een analyse is gemaakt wat die twee varianten met zich meebrengen. Tegen de achtergrond van indicaties van kosten wat de natuurontwikkeling kost. Als je een andere bestemming daaraan geeft, ook al is het natuur, moet je de boekwaarde van het gebied afboeken. Want er zit boekwaarde op voor die oude investeringen. Wat je daar eventueel een indicatief aan middelen kunt genereren en er is er geen rekening gehouden met aan wie gaat dat verkocht worden of wat dan ook. Dus op het moment dat dat duidelijk wordt, dan kun je ook zeg maar die rendementen en hetgeen wat net door meneer is gevraagd, kun je dan verder uitwerken. Dank u. Deze mevrouw. Ik ben Anneke Verwoord en ik wil namens Hellas Graan, dat is zwemclub, een woordje spreken. Ik stel voor dat meneer Mekels ook eens een keer bij Hellas Graan mee komt zwemmen. Dan weet hij ook wat zich daar afspeelt. Wij betreuren het heel erg als het zwembad dicht zou gaan. We hebben een zwemclub van een paar honderd leden. Ze trainen 's morgens al vroeg om 7 uur. En goed, ik zwem dan zelf bij de Masters. Dus wij zijn echt voor het behoud van het zwembad. Maar we zien ook dat het zwembad staat te verloeteren. En dat vinden wij heel erg. En ook het buitenbad. En op heel veel plaatsen hebben ze wel een buitenbad. Onder andere Meersen. Wij moeten vaak naar Gankelt. Dat vind ik triest. En ook, mag ik even uitspreken? Kijk, het zou heel fijn zijn, mensen willen graag gezond blijven, dat ze 's avonds na hun werk nog even in de zomer, in juni, nog kunnen gaan zwemmen. Dus ik zou zeggen dat geld besteed het aan uitbreiding en onderhoud. Dus eigenlijk plan 3 om een goede recreatie-zwembadvoorziening te voorzien. Dat trekt mensen en de grond... maak er een campingplaats van, dat mensen in de zomer daar de tent neer kunnen zetten en eventueel de caravan. En dat er ook recreatie komt. En ik denk dat dat wel
heel belangrijk is dat er een heel goed zwembad is. Kijk, in Geleen, dan rij je een stukje en dan kun je naar Stijn. En dan kun je naar Beek. Kijk, en wij moeten eventueel naar Echt of zo. En wij betreuren dat dit weggaat. En ik bedoel, kijk, ik zwem zelf 2 keer in de week, al meer dan 25 jaar. Maar even centraal, alstublieft. Goed, maar het is echt voor het behoud van het zwembad. Dus ik spreek ook namens de zwemclub. Maar ik zou zeggen, denk maar eens over na. En de gezondheid van de mensen is toch heel belangrijk dan daar een stel huisjes neer te gaan zetten. Dat was het eigenlijk. Mevrouw, uw sportieve hartekreet is denk ik goed overgekomen aan meneer Meekels. Ja, met tien verstanden dat in de gedachten van het college, even voor de duidelijkheid, mevrouw, moet u wel even opletten, anders weet u zo meteen niet wat ik gezegd heb. Ik probeer u toch een reactie te geven. Ja. Ik wil best komen zwemmen trouwens. Ik blijf denk ik vanzelf wel drijven, maar dat terzijde. Dat is ook de gedachte. Alleen in de besluitvorming van de gemeenteraad is ervan uitgegaan dat zwemmen en ook verenigingszwemmen centraal wordt georganiseerd. En we hebben uiteindelijk is besloten in aanvullende stukken en in de addendum van het coalitieakkoord, ja, we zijn bereid om het open te stellen met, ten behoeve ook van een gezondheidsaspect, de doelgroep zwemmen, leszwemmen. En dat er dan ook gebruik wordt door verenigingszwemmen is een andere discussie. Maar dat moet er gefinancierd worden op basis van die functies. Maar dan wel zodanig dat daar een betaalbare optie wordt. Nou, in de gedachte die wij hebben, was namelijk de economische functie de mogelijkheid om het zwembad te handhaven. Dat was de redenering. Niet meer en niet minder. Zo zit het in elkaar. En op het moment dat de economische functie, en ik dat noem dat toch maar los even van de nadere analyses die moeten komen, een vakantiepark met een zwemvoorziening, dan zou je kunnen overwegen dat daar te handhaven. En dan heb je dus je wens. Maar de besluitvorming is dat alles gecentraliseerd wordt in Geleen, behalve de dingen die ik net zei. Helder. Ik ga eens even kijken hoeveel vragen er nog zijn. Die meneer, maar ik ga even kijken mensen die nog niet aan het woord zijn geweest. Zijn er nog mensen die nog daarvan zeggen, ik steek nu mijn hand op? Niemand? Dan ga ik eerst naar meneer Wagemans, dan naar u. En dan kijk ik nog één keer rond en ik geef daarna de gelegenheid aan meneer Meekels om eventueel het slotwoord tot u te richten. Vraag 1 is waarom de gemeente exclusief zaken doet met één ontwikkelaar in strijd met de wet op de mededinging. Dus de gemeente, vind ik, moet niet handelen in strijd met de wet. 2, waarom wordt die zogenaamde geprivilegeerde ontwikkelaar Potten, ja, met een bepaalde achtergrond niet onderworpen aan een zware bibop-procedure? Die bibop-procedure die komen jullie zo en zo in doen. En nu zijn jullie in zee gegaan met die meneer Potter, waarvan ik zeg, die komt nooit door de bibop. En dan vraag ik me af, hoe jullie dan later daar staan met een ontwikkelaar die niet aan de wettelijke eisen voldoet? Of gaat Potter de zaak al vooraf, omdat hij weet dat hij niet door de bibop komt, doorstoten aan een ander? Wacht even, dat laatste zijn uw woorden. Ik neem aan, meneer Meekels, dat bij de verdere uitwerking wet en regelgeving en bibop-toets gewoon tot het normale porté van de gemeente behoort als daartoe aanleiding is. Ja, er zijn geen zaken gedaan met smart property, voor de duidelijkheid. Er is een optie gegeven in afwachting van deze discussies en deze besluitvorming, meer niet. En je kunt pas een bibop-toets doen op het moment dat er sprake is van een vergunning. Dat is hier nog niet aan de orde, maar er is standaardbeleid van de gemeente dat altijd een bibop-toets zal plaatsvinden. En dat bedoelde ik met standaardwet en regelgeving. Deze meneer... Nee, wacht even. Wacht even, ik ga naar u toe, maar ik moet dan even... Wacht even, via de microfoon alsjeblieft. De indruk wordt gewekt dat er geen zaken zijn gedaan, dat zal ik terecht zijn. Er zijn geen facturen gestuurd of betaald, soortgelijk. Ik heb een voorstel aan het college van 23 december 2020. En ik zal even voorlezen wat daar staat in de tekst openbare besluitenlijst. Het college stemt in principe en onder voorwaarden in met de realisatie van vakantiewoningen op het terrein van het voormalige originale sport- en concert, het congrescentrum, gelegen aan de sportcentrum aan het Sittard. Het college vraagt de initiatiefnemer, dat is dus meneer Potten, om het college en de raad nader te informeren over het initiatief. Ook start het college de besprekingen om te komen tot een koopovereenkomst.
Zover waren we dus wel al. We waren al zover dat besloten was dat de onderhandelingen voor een koopovereenkomst zouden worden geopend. En dat doe je dus zaken. Dus, ja, meneer Meekels, er wordt een passage voorgelezen. Zou u nog eens een keer kunnen zeggen wat u, hoe u kijkt tegen de ontwikkelingen aan met de, misschien een beoogde ontwikkelaar? Ja, op dat moment was dat de stand van zaken. Dat klopt. Alleen, we hebben daar zijn geen zaken gedaan, voor de duidelijkheid. We hebben vervolgens heb ik het proces geschilderd met betrekking tot de handtekeningacties. En het feit dat het college heeft besloten pas op de plaats te maken. En een natuur- en landschapsontwikkelingsplan te laten maken. Met de varianten die hier aan de orde zijn geweest. Dus dat is allemaal aan de kant gezet. En het enige wat hij heeft is een optie om iets te mogen uitwerken op het moment dat we daarmee verder gaan. Verder niks. Uw punt is gemaakt. Dat vind ik heel slecht. Meneer Wagemans, ik heb... Meneer Wagemans, uw punt is gemaakt en meneer Meekels heeft daarop gereageerd. Maar je moet niet zaken doen met het argument. Helemaal niet. Meneer Wagemans, er is een globale toets heeft plaatsgevonden ten aanzien van smart property. Meer kan ik u niet zeggen. Ik ga nog naar deze meneer toe en dan ga ik kijken. Ik zie geen andere handen meer. Daarna ga ik proberen samen te vatten, tenzij iemand nu nog de hand opsteekt en zegt van, ik heb toch echt iets gemist. Ja, ik heb een beetje moeite met de woordkeus van een onafhankelijk bureau. In kader van de drie opties die hier tentoongesteld worden. Welke woordkeus? De derde staat in balans met, die geeft wel een klankkleur aan, een positieve draai aan optie 3. Terwijl in balans is heel subjectief. Ik kan ook stellen, we corrigeren de disbalans door de natuur weer in evenwicht te brengen. En daarvoor ga ik voor optie 1. Dan breng ik de balans tussen verstedelijk gebied en natuur weer terug. Op het moment dat je daar veranderingen gaat aanbrengen, breng je per definitie een disbalans weer. Want de balans verstoor je. Dus optie 3 in balans, ik wil graag of verzoek graag om dat in balans daar weg te halen. Ik ga eens aan meneer Verbeek vragen wat hij precies bedoeld heeft. En vervolgens is uw vraag om het in heroverweging te nemen. Yes. Ja, uw vraag even. We hebben het gekaderd natuurlijk, hè, want dat wil ik wel nog even aangeven. Er is een ambitie vanuit de provincie, heb ik uitgelegd, van die natuur- en landschapszones en ook in de omgevingsvisie. Daar staat al in, eigenlijk, wat uiteindelijk... Daar zou denkrichting 2, ik had het zo beter andersom kunnen, vloeit er eigenlijk ook het voort. En vervolgens hebben wij gekeken naar de waardes in het gebied, natuur- en landschapswaarde, het huidige gebruik. En ook naar, kun je het toekomstige gebruik, waarbij we enerzijds toekomstige gebruik, rustruimte, denkrichting 1, daar is volgens mij weinig discussie over. Maar in welke denkrichting 2, ja, hebben we toch gekeken, hoe kun je die cultuurhistorie, die natuurwaarde, die beekbeleving, die klimaatadaptatie, die waterberging, die kun je naar ons idee eigenlijk in balans brengen met een rode ontwikkeling. En in balans is natuurlijk, ja... Daarmee geef je een waardeoordeel aan de gemeenteraad. En ik verwacht een onafhankelijk advies. Optie 3 is een optie, maar optie 1 is net zo goed een balans. Klopt, maar... Keuze in balans geeft wel een voorkeur en dat verwacht ik niet van een onafhankelijke partij. Meneer Verbeek, u heeft bepaalde woorden. Zou u het nog eens een keer waarom u het gekozen heeft? Omdat ik vind, en wij vinden vanuit ons onderzoek, dat je wel degelijk dat rood en groen met elkaar in balans kunt maken. Dat het een harmonieus geheel kan vormen. Dat je daar een, we hebben het de vorige keer gehad, maar dat is een beetje lastig nu, dat je een, we weten ja, dat de vakantiepark... of een, waar we het over gehad, over een soort blote voetenpark of een Brunsum, hè, hebben we de vorige keer genoemd, waar je heel mooi in het Schutterspark, waar je ook recreatieve ontwikkelingen in balans hebt met de groenbeleving. Dat kun je maken, het Steinerbos is daar ook een voorbeeld van. Dat bedoelen wij met een balans. En dat is niet, ja, goed, ik snap uw vraag, daar gaat niet om, maar dat is niet, het is een balans met elkaar te brengen. Ook een, dat is waar het rood en groen een mooi samenspel met elkaar aangaat, waarbij je ook nog van de natuur- en landschapswaarde kunt genieten. Zo hebben we dat bedoeld. Nee. Maar u ziet nu... Ja, goed, ik kan over... Eén ding nog. Nee, maar in het rapport wordt een en ander ook meer toegelicht dan wat we hier nu vandaag zo staat. Dat is niet zeggen, dat ik heb mijn punt gemaakt. U heeft uw mening. Misschien in de derde helft. Ik weet niet of hier dadelijk nog iets aan de bar open is. Maar kunnen jullie wellicht daar nog even verder praten. Mevrouw, nog een vraag. En dan ga ik denk ik nog echt afronden, want ik zie geen honden meer. Nou, wat ik dan, ik wil er even op aansluiten, op dat in balans zijn met,
Hoe zit het met verkeer? En welk verkeer bedoel je dan? Nou, bij de tweede visie, daar komt helemaal niet het verkeer wat er vervolgens naar voren komt. Doordat er mensen gaan zitten, doordat er mensen naartoe gaan. Dat gaat op en af. Dat is maandag komt iedereen binnen, vrijdag gaat iedereen weg. Vrijdag komt de volgende club, die komen in weekends die kant uit. Je krijgt mensen van buitenaf. Er is helemaal niet gekeken van, is er mogelijkheid om daar parkeerplaatsen te maken? Die gaan daar bij ons in de wijk staan. Het gevolg is dat wij gaan klagen en dan worden wij nog vergunninghouders ook nog. En dan moeten we gaan betalen voor onze eigen woning. Maar in principe, ja, in balans. Helder, helder. Uw punt is helder. Ik ga even, meneer Verbeek, is in uw analyses en afwegingen, want ik weet het echt niet, rekening gehouden met verkeer en parkeerfaciliteiten. Verkeer aantrekkende werking en parkeerfaciliteiten. Zover, ik heb dat wel genoemd als aandachtspunt, ook voor de toekomst. Dus in zoverre is dat niet 100% uitgewerkt in deze visie. Wat ik wel weet, en dan moeten we de heren van de gemeente maar anders even bijstaan, dat de verkeersdeskundige van de gemeente, dat de sportcentrumlaan de capaciteit die aan kan nog lang niet heeft bereikt. Maar goed, dat is een heel vaag antwoord. Meer kan ik u nu niet aangeven daarop. Nee, oké, okay, maar dit is ook een van die aspecten. Excuse me. Ik ga eens even rondkijken. Punt van mevrouw was helder. Meneer Meekels wilt reageren hierop. Ja, misschien toch... Wacht even. Ik wil... Wat mij nu bekruipt, en dat zal ik eerlijk zeggen, waren wij nu niet op de rem gaan staan, dan had ik wel willen zien wat er was gebeurd met deze plannen. Die waren gewoon doorgedenderd. En dan hadden wij hier gezeten, achteraf met het gevoel van, hier, we zijn genaaid hier. Oké, wacht even. Laten we het netjes houden. Ik doe mijn uiterste best samen om het netjes te houden. Meneer Meekers wilde reageren. Ja, de mevrouw had het over verkeerssituatie. Ik kan u wel zeggen dat als dat al zover komt, blijf het nog maar een keer zeggen, dan moet u weten dat SGL voornemens is om te verplaatsen. En dat dan SGL... Help me even, de afkorting SGL? De zorginstelling die daar, daar ligt. Ja, de Stichting Gehandicapten Limburg, ja, u weet waar die liggen. Ja, dan hoef ik je dat niet te duiden. En dat aan die kant dan mogelijkheden zouden zijn om de ontsluiting te maken, et cetera. Maar goed, er is niet over doorgesproken. Ik zeg alleen maar waarover intern over gesproken is. En de laatste opmerking die ik daar graag over zou willen maken is naar meneer toe. Ik begrijp dat u dat gevoel heeft. Er is altijd sprake van een democratisch proces, even voor de duidelijkheid. Er zal altijd naar de gemeenteraad moeten gaan. Er zal altijd publicaties plaatsvinden. Er zal altijd, en zeker als er een uitwerking aan de orde is, maar die is nu nog niet in de orde, ja, dan komen er ook procedures waar sowieso zeg maar, iedereen in positie wordt gebracht. Wat hier aan de orde is een participatietraject. Wat ik positief wil waarderen, ik heb het u straks gezegd. En wat we gaan bekijken met elkaar, ik zal het dinsdag in het college bespreken. En ik sta sympathiek ten opzichte van de inzet van de mensen. Hey, ik ga kijken. Ik ga afronden. Ik snap dat er nog heel veel vragen zijn. Heeft nou nog iemand een vraag en die zegt, als ik die nu niet stel, die is niet aan de orde geweest. De rest is alles aan de orde geweest en er lopen ambtenaren rond, et cetera. Want ik denk ook dat mensen wel langzaam maar zeker naar huis willen gaan. Is er iemand die zegt, ik heb nog een nieuw punt? Dan doe ik nog twee kort vraag-antwoord. Ik ga naar deze mevrouw en ik sluit bij u af, meneer. Ik hou hem graag vast. Korte vraag. Ja, ik ben Jolanda van der Zeeuw. Ik woon langs het Sportcentrum Braan. Ik spreek nu als omwonend. Ik heb geen vraag, maar ik wil wel een insteek maken op wat hier net gebeurde. De Sportcentrumlaan is al jaren een levensgevaarlijke weg waar veel te hard gereden wordt. Er wordt nu al helemaal niks mee gedaan, ondanks alle inspanningen van omwonenden en vragen van omwonenden. Toevallig eergisteren heb ik nog een afschuwelijk onderhoud gehad met iemand over die snelheden. Er worden gewoon met V85 regelingen worden er om je oren gesmeten. 70, dat schijnt normaal te zijn. Dus ik heb een heel hard hoofd in dat er bekeken wordt. Ik geloof er helemaal niks van. Oké, maar het signaal aan deze wethouder en ook voor zijn college is duidelijk de verkeersveiligheid op de sport. Sportlaan of wat was het precies? Deze meneer, de laatste vraag. Ja, goeiedag, Mark Fuchs. Een vraag met denkrichting 2. Ik hoor mezelf. Met denkrichting 2. Het eerste wat ik altijd tegenkom bij een bungalowparkje is een hek. Dus eigenlijk wordt het niet ontsloten, maar wordt het afgesloten. Op het moment dat daar een bungalowpark zou komen. Is het een toekomstig openbaar gebied wel of niet? Dat is wat die vraag. Die wandelpaden, ja, die zijn voor de toeristen en niet voor ons. Is er, maar dat is ook uitwerking, denk ik dan, meneer Meekels. Maar
de openbaarheid van het gebied? Of meneer Verbeek? Ik weet niet wie van de twee. Meneer Verbeek? Ja, wij hebben opgenomen in onze visie dat de doorwaardbaarheid, dus ook vanuit de wijk, een uitgangspunt is. Dat die gewaarborgd wordt. Nee, dat klopt. Maar dat is wel nu dat daar dus rekening mee gehouden wordt. In welke optie? Ja, in de eerste is dat geen probleem. Maar in de tweede moet je daar wel natuurlijk op letten dat dat ook gebeurt, ja. Maar dat is dus ook een van de 10 uitgangspunten die zijn opgenomen. Voordat ik meneer Mekels dadelijk het woord geef om de avond af te sluiten. Ik probeer het samen te vatten. En ik hoor wel hier ook van de ambtenaar als ik het fout doe. In de loop van volgende week komt de presentatie, de visie en de online verbinding, of hoe je het moet noemen, op internet. Meneer Mekels heeft gezegd, ik kijk er sympathiek naar en ik breng het volgende week in het college. En daarna zal u de gemeenschap, de burgers, berichten over wat er komt. Dan kunnen er 2 scenario's ontstaan. Of er wordt een pas op de plaats gemaakt en het wordt bekeken. Of het komt 16 december in de raad. Maar u gaat volgende week daarover besluiten. Althans, het in het college brengen. Heb ik het dat goed samengevat? Correct. U heeft heel veel vragen. U heeft ook gehoord, als het in de raad komt, is er voor raadsleden een bepaalde avond waar mensen kunnen inspreken. Het is aan het bestuursorgaan, de raad als hoogste orgaan, om iets te vinden. Dat heeft u ook gezegd. Dat was mijn samenvatting. Meneer Mekels, zou u nog iets willen toevoegen aan deze avond? Nee, behalve het feit dat ik bijzonder complimenteus wil zijn aan de mensen die zich hebben ingezet. Laat ik daar duidelijk over zijn. Met hart en ziel, en dat is ook goed, want dat brengt in elk geval discussie. Beter ten halve, hoe heet dat ook weer spreekwoord, meneer Wagemans, je kent dat. Beter ten halve gedraaid of ten, zoiets was het, of ten hele verkeerd gelopen. Maar alle gekken de bestokje. Ik wil er serieus mee omgaan. En als wij dus met elkaar vinden dat we er serieus mee om moeten gaan, ik zal het college daar in elk geval over spreken. Ja, dan moeten we de zaak stopzetten. En dan gaan wij eerst variant 3 uitwerken op haalbaarheden. En als die variant wellicht nog geamendeerd, weet ik niet. Hè. Ik kijk even naar Sander. Vanuit Wijswienswij. Misschien moeten we die ook nog maar amenderen om op een plan uit te komen waar we toch alle doelstellingen met elkaar willen realiseren. Wie weet, ik weet het niet. Maar ik steek in elk geval de hand uit. Hè. We hebben in het verleden wel eens vaker gesproken, dan was die hand, die bleef ergens hangen. Maar wellicht is dit het moment om elkaar toch nog een keer de hand te geven en te zeggen van hoe komen we hier nou samen uit. En dat is de waarde van vanavond. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Mag ik jullie allemaal heel hartelijk danken. Ik snap dat af en toe de emoties opborrelden. Maar mag ik u toch allemaal wel thuis wensen. Een goede avond en dank voor jullie aandacht. Het gaat jullie allemaal heel goed. Tot ziens.